Mij net niet gelukt. Ik dacht, ik start de stream precies op het moment dat het muziekje eindigt. Maar volgens mij was ik net te laat. Volgens mij ging net het nieuwe muziekje aan. Hallo! Hallo! Ja! Yay! We beginnen hoor. Nou, we zijn keurig op tijd, toch? Zelfs 2 minuten te vroeg. Oh jongens, ik ga weer. Doei! Ja, het duurt dan ook al meteen weer zo lang, hè, met al die pootjes. Nee hoor, nee, is een grapje. Oh, het zit je heerlijk. Dankjewel. Ja, yay. Gezellig. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Yay. Nou, we gaan vandaag weer een spelletje spelen. Jongens, lang geleden. Ik zei vandaag al tegen Rick, het voelt echt alsof het alweer weken geleden is. Ik moet er helemaal inkomen. Maar dat heb ik elke keer. Ik moet gewoon elke week streamen, jongens. Anders dan voelt het voor mij zo lang geleden, dat ik helemaal gewoon een beetje zenuwachtig ben. Dus... als vandaag mijn game heel slecht gaat, dan komt het daardoor. Niet omdat ik een noob ben in de Sims. Of omdat we echt een chaotisch gezin hebben op dit moment. Leuke outfit. Ah, dank je. Ik ben helemaal een beetje in de lentesfeer. Jee, wat lief. Dank jullie wel. Maar leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan vandaag dus weer lekker verder met de Sims spelen. Vorige week was ik er dus niet, want vorige week hadden wij herfst. Niet herfstvakantie. Dat was al iets langs. Nee, vorige week hadden we voorjaarsvakantie. Dus we zijn lekker naar de Efteling geweest. En toen was er wel een video online gekomen. Die hebben niet zo heel veel van jullie gekeken. Dus doe dat zometeen na deze stream. Nee, dan is het dan wel een beetje laat, denk ik. Morgen. Niet vergeten, oké? Okay? Dan gaan jullie eventjes de video terugkijken. Dan moet je hier klikken. Nee, er zit nog geen kaartje. Werkt niet. Shit. Je hebt ook 2 baby's in de Sims. Ja, ik weet het. Nou ja, niet 2 baby's. We hebben nu eigenlijk 1 kindje in de Sims. We hebben 1 baby. Dat is waar we de vorige keer de Sims-stream hebben gestopt. Wat wordt maar, het verboden woord? Wat wordt het verboden woord? Nou, ik zag net een heleboel stemmen voor team geen verboden woord vandaag. Daar ben ik het heel mee eens. Dat lijkt me heel erg lekker. Dus we hebben vandaag even lekker geen verboden woord. Sorry voor iedereen die er wel zin in had. Maar ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel een beetje toe aan een chille stream vandaag. Dus laten we het gewoon lekker relaxed gaan doen. Maar dankjewel voor je berichtje. Was het een mijlpaalberichtje? Ja, 2 maanden hè, Lisa. Je was weer opnieuw lid geworden, zag ik vanmiddag. Welkom, leuk dat je weer terug bent bij de Creatie Crew. Voor de mensen die voor de eerste keer kijken. Broccoli. Broccoli. Ja, nou dat wordt dus niet het verboden woord vandaag. Maar leuk dat je al 3 maanden lid bent van de Creatie Crew. Wat gezellig.
Voor de mensen die het niet weten, je kan lid worden van de Creatic Crew. Kost €2,99 per maand. En daarmee steun je het Creatic team. Je kan ook gewoon abonneren, dat is gratis. En dan kan je gezellig blijven meekletsen in de chat. Maar als ik de chat zo zie, hebben heel veel van jullie de chat al gevonden. Dus dat gaat helemaal goed. Doe een poll voor het verboden woord. Test. Hij werkt, Laura. Hij werkt. Dankjewel voor je superchat. Maar goed, ja, nee. Dus team geen verboden woord. Hashtag team geen verboden woord vandaag. Dus gaan we dat doen. Iemand in de Discord zegt dat hij al heel lang geabonneerd is, maar nog steeds niet in de live chat kan praten. Dat zegt een van mijn moderators, Kaylee. Ik weet niet hoe dat komt. Ze zegt, ik heb gevraagd hoe oud hij is. Hij is 14, hij heeft geen kinderaccount. Heb jij een idee hoe dat kan? Ik weet het niet. Sorry. Ik dacht, ik lees ook eventjes mee. Nee, ik weet het niet waarom het is. Maar als je abonneert, dan kan je gewoon lekker meekletsen. Moet gewoon werken. Hester, welkom bij de Creative Crew. Wat leuk, welkom. Oké, dan test ik ook. Nou, hij werkt helemaal goed, Hasselino. Dankjewel voor je test. En leuk dat je weer 3 maanden lid bent van de Creatie Crew. Zo gezellig. Gaat het snel eigenlijk? Bizar. Hoe lang zijn we dit nu al aan het doen met die members? 4 maanden? Record niks. Volgens mij al 4 maanden. Hoe lang zijn jullie nu... Volgens mij zijn de langste nu 4 maanden alweer lid. Maar het is echt bizar. Ja, hoe lang hebben we nu? 4 maanden? Ja, volgens mij al. Ja. Bizar. Begin. Ja, ik ga zo beginnen, jongens. Even relaxed. Ilona die zegt ook, de chat is zo druk. Ja, daarom. Even al jullie vragen beantwoorden. Kom maar even door. Oh, bijna 5 zelfs al, Maris, zegt Marisje. Oh, joh, dat gaat echt zo hard. Voor mij voelt doen we dit echt pas een maandje. Maar het gaat zo ontzettend snel. Ja, dankjewel voor je hartje. En voor je Animal Crossing popjes, dat volgens mij. Ook alweer 4 maanden lid. Superleuk. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Heb je iets lekkers? Misschien. Ik heb misschien iets lekkers voor hier klaarstaan. Hey, en voordat jullie denken, ze heeft al ervan zitten eten. Ja, dit is niet, hè. Ik heb hem alvast klaargezet. Ik heb er niet van zitten eten, want dit brak gewoon af. Ja, toen ik hem aan het snijden was. Toen kwam hier zo'n hapje eruit. En toen heb ik dat stukje opgegeten, want het lag los ernaast. Maar ik heb niet al van mijn cake zitten eten. Ik heb hem bewaard voor zometeen. En ik heb een flesje water, maar waarschijnlijk ga ik daar niet al te veel uit drinken, want ik heb mijn koelkast ook weer gevuld. Voordat jullie zometeen allemaal weer gaan zeggen, ja, maar er is aan het begin van de stream, oh, ik ga zo lekker gezond doen en water drinken. En dan uiteindelijk... Ik zie jullie, ja, tuurlijk, over die cake. Nee, maar echt waar, ik lieg niet. Het was echt zo, ik sneed hem en het ging, het brokkelde af. Ja, en als het dan los ligt en het valt ervan af, ja, dan moet je het eten. Zo werkt dat toch? Maar de rest van de cake heb ik bewaard. Ja, de ASMR waterfles, hij is er weer. Ja hoor, Maris. Nou, dank je. Dank je dat jullie zo naar mij steunen. Oh, zo werkt het met cake snijden. Dat zelfs met koekjes, weet je wel. Als je dan koekjes nodig hebt voor in je taart of zo, weet je, als koekbodem. En je wil ze heel hebben en er zijn er een paar stuk. Ja, dan moet je ze eten. Het zit niks anders op. Als moet je ze wegdoen, dat is zonde, toch? Dan moet je ze gewoon opeten. De chat ontploft. Ja, ik denk dat we zo maar moeten gaan beginnen, want dan wordt het wat rustiger. Ik moet wel zeggen... Ik zet het een klein beetje uit te stellen. Ik zie er de hele dag heel erg gezegd, een klein beetje tegenop. Je zag me ook op de thumbnail zo. Wow. Zo voel ik me ook echt. Want, scherp. Want ik heb een microhuis, hè. Hij is echt maar 5x5 tegeltjes. Dat is echt super klein. Je weet hoe klein het al was toen we gewoon met z'n drietjes waren. Toen moest ik voor jullie al per se nog een baby erbij maken. En die baby is nu geboren. En ik wil echt geen baby. Dat was zoveel werk de vorige keer. Ik ben zo blij dat ze wat groter is geworden. Dus jullie moeten me even helpen met dat wat groter brengen en zo. Want dat mag wel gewoon in deze challenge. Voor de mensen die zo meteen allemaal gaan vragen van... maak een kelder of maak gewoon een verdieping er bovenop. Dan heb je meer ruimte. Dat mag dus niet. Anders dan had ik dat wel gedaan, helaas. Maar dat mag dus niet. Dus ja, ik moet het echt doen in dit hele kleine huisje. Ik heb eigenlijk al een heel klein stukje gesmokkeld. Want ik heb natuurlijk een klein kindertafeltje al naar buiten verhuisd. Dankjewel, Kim Motivations, voor je superchat. Dus ja, nee, dat mag helaas niet. Ik mag pas weer wat gaan doen zodra bloemkool eigenlijk groot genoeg is.
18 plus is dus ook echt daadwerkelijk. Zodat ze uit huis kan. En dan gaan we dus een huisje voor de bouwen. Ook weer zo piepklein. En dan hebben we iets meer ruimte in huis. Maar ik weet eigenlijk alleen niet zo goed wat we dus nu met Storm de baby moeten gaan doen. Want ja, die hoeft niet per se ook een huisje daar, zeg maar. Die baby was gewoon niet nodig. Ballet Studio, Flex, dankjewel voor je superchat. Of Flex Petra eigenlijk, dankjewel. Hey, ik heb corona. Als ik naar jou kijk, dan word ik altijd blij. Oh, beterschap. Je koptelefoon is zo leuk. Thank you. Nou, zullen we gaan starten? Zal ik jullie mee gaan nemen? Hebben jullie er een beetje zin in? Hebben jullie zelf wat lekkers trouwens? En wat te drinken? Zijn jullie er klaar voor? Kijk hoe snel we al zijn. Het is pas 9:50. Zij is zo snel vandaag. Oké, kom. We gaan. Zo. Nou, ik heb hem al opgestart. Ik zal even doen dat ik mezelf ook hoor. We zijn er. W-E-E-E-R. Wow. Charella, leuk dat je er weer bent. En dankjewel voor je superchat. Joehoe, we zijn er weer. Dat klinkt beter dan weer. Dat was echt heel apart. Oké, nou jongens. Ik heb er echt helemaal niks verder meer aan gedaan. Dus dit is hoe we vorige keer zijn geëindigd. Nou, het is niet helemaal waar. Want ik ging hem namelijk net starten. En toen liep ze meteen naar de wc. Want ze moest heel nodig plassen. Dus dat heeft ze hier gedaan. Ze stonden hier net samen en toen is ze naar de wc gelopen. Dus dat is er gebeurd. Dat is wat je hebt gemist. Eigenlijk niks dus. Maar ja, zoals je ziet is het vrij krap. Ik kreeg vorige keer wel van jullie een tip om een bedje van Bloemkool. Sorry, ik was even de naam vergeten. Ik ga dat ook meteen doen trouwens hoor. Om het bedje van Bloemkool te vervangen met een hoogslaper. Want als het goed is, kan dus dat babybedje er dus onder. Dus dat scheelt iets ruimte. Volgens mij is dit echt totaal niet handig. En waar ik heel blij mee ben, wat vorige keer niet is gebeurd. Want iedereen zei dat van, als je in de Sims dat opklapbed hebt, dat is dit. Dit ding kan ook omhoog, zeg maar. En dan is het zo'n bankje. Dat het kan dichtklappen als je erop slaat. Slaapt. Ja, misschien ook als je erop slaapt. Maar als je erop slaapt, dan kan die dus dichtklappen. Dus dat zou dus kunnen betekenen dat dat je sim dan dus doodgaat. En dat wil ik niet in deze stream. Dat is echt super dramatisch. Dus dat moet echt niet gebeuren. Dus we moeten even gaan zorgen dat we handig genoeg worden om dat bed te kunnen fixen. Want ik ben niet zo handig. En die anderen ook niet. Dus dat hebben ze dus nooit getraind. Dus daar heb ik ook jullie hulp bij nodig. Want ik weet niet hoe dat moet. Ja, boeken lezen. Maar ik heb geen boekenkast. Dus ik doe heel veel dit bed weg. Even kijken, waar heb ik al aan bedden? Gaan we even proberen hoor. Als het niet werkt, hè? Jullie zeiden dat het jouw opklapbed moordt. Dat willen we zien. Nee, Jill, dat willen we niet zien. Dat is echt mega dramatisch als een van mijn sims straks komt te overlijden. Oh, dit bed is echt heel schattig. En dit is geen peuterbed, toch? Oh, deze is echt heel schattig. En ja, we hebben hem ook in. Oh, hier, doen we hem in het groen. Deze is leuk. Doen we die? Hij past eigenlijk net niet. Het huis wordt steeds. Echt, ik had het zo mooi ingericht in het begin. Hè? Er is echt helemaal niks meer van over. Kijk wat een troep het is geworden. Oh jee. Oh jee. Maar dat stomme gordijntje. Waarom dat stomme gordijntje daar? Nou, die plant moet maar weg, jongens. We hebben geen ruimte meer voor leuke spulletjes. Huppa. We moeten gewoon functioneel huis. Baby eronder. Zo. Kan de baby ook zo? Kunnen we er dan nog gewoon fatsoenlijk bij? Oh, oh. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ze hebben geen speelgoed nodig. Hup, weg ermee. Ze spelen maar buiten. We gaan een boekenkastje neerzetten. Doen we gewoon een heel kleintje of zo. Oh, kijk. Hier, aan de muur. Werkt dat? Of is het decoratie? Waarom zou je meer ruimte innemen dan nodig is? Oké. Deze minimale schappen bestaan enkel en alleen uit hoogst noodzakelijke onderdelen. De rest moet je er maar bij bedenken, mocht je dat willen. Werkt dit? Hebben we hier boeken voor heel erg handig worden handigheid? Zeg maar. Zodat een van mijn sims even wat kan leren. Je Rick, je hebt weer een geweldige outfit aan. Hij liep even achter me langs, hè. Ik zag het. Ik weet niet wat die. Hij heeft gewoon een broek aan, toch? Gewoon met een trui. Niks raars vandaag. Geen rare. Oh, ja, die werkt. Oké, wacht. Even tussendoor. Dan gaan we dat eens even ophangen. Hier, in een leuke houtkleur. Kijk hoe leuk dat staat. Dit is top. Dan kunnen we zelfs. Oh, wacht. Wacht. Dan kunnen we zelfs dat tafeltje gewoon laten staan. Dan kunnen ze er vast weer niet bij. Maar goed. Doen we die wel hier of zo. Oh ja, dat nachtlampje hebben we nodig. Ja, zie, dit is goed dat we dit bewaren. Oké, ik heb geen idee of dit zo werkt. We gaan het zien. Maar dit is in ieder geval een heel stuk beter gedecoreerd dan dat het was. Ja, dit werkt. Oké, nou top.
Rick is zus. Nee, Rick is niet zus. Rick had niks raars aan vandaag. Hij is het hartstikke goed bezig. Ik neem even. Ik moet even proeven. Even een stukje cake. Je kan ook een tweepersoonsbed onder het stapelbed plaatsen. Ik zit even te denken wat handiger is. Nou, we laten het gewoon zo. Volgens mij gaat het goed. Oké. Mijn huis is volgebracht, jongens, met mensen. Ik wil niet starten. Ik wil niet zorgen voor die baby's. Yveske, dankjewel voor je superchat. Oh, oké, we gaan het gaan doen. Ik kan dit. Ik kan voor al deze mensen zorgen. Oh nee, de baby begint nu al te huilen. De stress. Oh joh, zij eet weer die bonen die nog van vorige keer over waren. Oké. Tot dusver gaat dit oké. Okay. Vraag me überhaupt af of zij er fatsoenlijk onder kunnen eigenlijk. Kun je storm groter maken? Ja, dat kan hè. Dat hebben we vorige keer ook al redelijk snel gedaan, toch? Moeten we dan weer een taart maken? Even kijken, we gaan eerst... Wacht even kijken. Welke nemen we? Zij is lekker aan het eten. Dan doen we deze maar eens. Even knuffelen. Even knuffelen met de baby. Als voor de eerste keer zijn... Iedereen gaat die bonen uit de vriezer halen. Nee, dan gaat ze zo meteen weer vet scheten zitten laten hier de hele tijd in dit huis. Oh no, die bonen betekent scheten, zegt Nick ook al. Ja, maar echt, dat was vorige keer ook al. Toen gingen ze echt vet zitten scheten laten de hele tijd. Heb ik veel gemist? Nee hoor, nee, we zijn net begonnen. Echt net. Je hebt nog helemaal niks gemist. Ik heb alleen maar even het bedje aangepast, zodat ik iedereen hier zo erin kwijt kan. Oké, we gaan even... Oeh, taart. We gaan even deze baby even knuffelen. Ik had toch gezegd dat ze de baby moest knuffelen? Gaat ze gewoon niet doen? Wacht even. Moet even kijken wat er misgaat. Ze kunnen er niet bij. Zie? Dit gaat niet. Oké, dit is niet een... Dit gaat niet. Oké, dit was een slecht idee. Dit was een slecht idee. Ah, dat is wel jammer dat ze er niet bij kunnen. Nou, dan doen we het maar hier. Kunnen ze dan nog wel? En als ze hem zo doen, kunnen ze er dan wel bij? Wat heb je te eten, Maris? Ja, een plakje cake. Ik moest net nog boodschappen doen. En ik had echt geen zin om boodschappen te doen. Maar toen ben ik toch maar gegaan, want het moest. En toen zag ik een cake staan. Toen dacht ik, ik neem cake mee voor vanavond. Maar ik heb ook Maltesers meegenomen. En ik heb ook M&M's meegenomen. Ik moet heus niet opgesteld worden. Ja, sorry hoor. Oh, dat is ook, heb ik ook af en toe. Je babypotje staat nog in de woonkamer. Ja, die heb ik zo meteen wel weer nodig, denk ik, toch? Oké. Okay. Kijk of het nu wel lukt, want ze konden er nu net niet bij. Knuffelen. Gaat het nu wel? Oh, dit gaat wel. Nou, top. Doen we het gewoon zo. Doen we het zo. Dit staat eigenlijk nog wel leuker ook, vind ik. Dan zit die baby zo weggestopt daaronder. Kijk, zonder altplaats, dan kunnen ze er wel bij. Ja, nu gaat het goed. Maar is... Smak, smak, smak. Oh, sorry. Lekker. Jeroen die zegt, ik zit lekker te eten. Komt er ineens een heel verhaal over scheten. Sorry. Maar mijn sims die hebben dat. Ben je bonen aan het eten toevallig, Jeroen? Want dan kan ik je namelijk een heel mooi verhaal vertellen over wat er gaat gebeuren. Zelfs de haan is uiteindelijk helemaal groen en stinkend ervan. Dat komt daardoor. Die Shaira, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dankjewel voor je superchat. Lief. Maris, stop. Oké, sorry Annelien. Ik zal niet vieze verhalen vertellen. Het spijt me. Maar het spijt me. Oké. Tot dusver gaat het goed. Ik heb het zeker al 9 minuten volgehouden. Ik ben vet goed bezig. Zie? Gaat allemaal voor... Oeh. Nee, oké. Gaat niet helemaal goed. Er gaat hier iets helemaal mis met mijn wc. Dat ziet er echt... Waar heb ik de wc eigenlijk voor het laatst opgemaakt? Waarom huilt die baby? Oh nee, ik zet hem ook gewoon op pauze. Ik leg hem net weg. Mijn baby begint nu alweer te huilen. Zei ik niet net nog echt serieus 30 seconden geleden tot dusver gaat het goed? Dat moet je ook gewoon niet zeggen. Het ging echt gewoon net ging het goed. Zeg maar. Het gaat gewoon meteen niet meer goed. Alles gaat meteen helemaal mis. Oké. Okay. Waar is zij ook heen? Wat is zij aan het doen? Waar is zij? Oh, aan het slapen. Oh, ze is net bevallen. Oké, ja, dat snap ik wel. Had zij de baby bezig? Oh, wat had een handig zo'n grote zus.
Dat is echt top. Oké, ga jij die wc's even fixen? Verbetering. Als jij live bent, kan ik niet deftig kijken. Er is altijd wel een programma op tv, een feest of mijn zus wil een spel spelen. Ah, oh, Lise, wat super naar. Maar dankjewel voor je superchat. Maar dat is wel echt heel jammer dat het dan elke keer net niet helemaal mee zit. Nou, in ieder geval veel plezier met wat je gaat doen. Hopelijk is dat ook leuk. Ik moet alleen even trouwens, ik moet echt even wat fixen. Waar ben ik heen? Oh, hier. Oké, wacht. Ik moet even een klusjesman bellen. Want ik kan het niet zelf. Ik ben niet zo handig blijkbaar. Ik kan ook geen toilet schoonmaken, maar ik kan hem ook niet fixen. waar deden we dat? Even kijken. Huishouden. Valt het gewoon onder huishouden? Ik heb het vorige keer ook gedaan. Werk? Diensten? We hadden toch ergens iets van diensten? Waar deden we dit, jongens? Ik weet het niet meer. Ik ben het helemaal vergeten. Je bent al een kwartier live. Er is niks gebeurd. Er is vet veel gebeurd. Mijn baby huilt. De wc is kapot. Er is van alles gebeurd. Waar vind ik het? Sms versturen, kletsen met. Nee. Een vrijwillig het huishouden of huis op vakantie gaan. Nee. Een baan vinden. Nee. Een dienst inhuren. Kijk, dat was het. Een dienst inhuren. Oh, je moet gewoon op de wc klikken. Okay. Dat is toch makkelijker. En dan tot in de perfectie poetsen. Is je gewoon vies? Is dat het? Zit ik zo... Zit ik zo moeilijk te doen? Is hij echt gewoon vies? Is dat het enige? Hij moet gewoon gepoetst worden. Ik had al bijna een klusjesman gebeld. Maar zij is echt gewoon lekker bezig. Zij is gewoon de baby... Oh, ze is nu lekker aan het bezighouden. Wat schattig. Oké, nou, zodra ik klaar ben met die wc poetsen, dan gaan we haar even een schone luier geven. Want dat heeft ze nog niet gedaan. Zo. En dan kan zij intussen lekker slapen. Hij is echt heel vies. Ik wist serieus niet eens dat je met je Sims ook moest schoonmaken. Zeg maar. Behalve dan dus die... Oh, wow, jongens. Kijk die wasbak. Kijk die wasbak. Oh, erg. Zo'n klein huis. En dat was zo vies laten worden. Volgens mij hebben jullie mij vorige week ook helemaal niet zien schoonmaken. Of 2 weken geleden. Oké, wacht, dit moeten we ook doen. Licht reinigen. Nou, dat mag wel heel goed gereinigd worden. Woord? Rebecca, er is vandaag geen verboden woord. Maar dankjewel voor je superchat. Maar ja, het gaat echt weer heel goed, hè, Maris? Ja, Floortje, het gaat echt weer heel erg goed. Gaat van Maris die wasbak? Ja, maar echt. Maar ja, past wel een beetje bij dat boerenstelsel. En eeuwig die bonen overal. Maar ze is nu goed bezig, kijk maar. Ze is nu lekker aan het schoonmaken. Hoe laat is het inmiddels? Midden in de nacht. Wil het kindje niet slapen? Is hij niet moe? Behoefte? Nee, gaat allemaal prima. Kijk, kind is helemaal gelukkig. Gaat helemaal... Waar haalt ze die nou vandaan? Kijk, hij staat hier gewoon nog. Ze heeft er gewoon 2. Ze had er gewoon sneaky eentje ook gewoon in de onesie verstopt. Oh, zij is inmiddels ook weer wakker. Ah, top. Nou, de baby slaapt. Dus so far gaat het allemaal goed. Oké, ik ga even een poll met jullie doen. Dan ga ik even aan jullie vragen. Van, wat doen we met Storm? Wat doen we met Storm? Gaan we Storm al meteen laten opgroeien? Dus dat ze gewoon al ouder wordt? Of doen we dat we er nog eventjes een babytje houden? Wat willen jullie? Go. Kunnen jullie stemmen? Of we er gaan laten opgroeien of dat we er baby maken. Want als we er gaan opgroeien, dan moeten we dus gewoon weer een taart maken. En yay. Maar het is wel weer meteen onhandiger, want gaat ze ook weer meteen van alles zitten doen en zo. Dus, maar stem maar. In de chat kan je nu stemmen. Kijk nou, ik vind het toch serieus, hè. Ondanks dat dit huis best wel vol staat. Waarom kijk je van die enge dingen? Met al die kinderen erbij. Waarom kijk ze van die enge televisie? Eeuw. Allemaal zombies, zet het uit. Ik wil dit niet kijken. Zet het uit. Gewoon lekker aan laten staan. Hup, uit. Wat een rare televisiesmaak. Die zwerver maar is, blijft toch wel gewoon een hele aparte moeder, hoor. Oké, jullie stemmen op. Opgroeien, 83%. Oké, dan doe ik de poll uit. Dan gaan we er laten opgroeien. Dan moeten we even kijken. Hoe deed ik dat ook weer? In ieder geval, die taart moest ik maken. Roosja, dankjewel voor je superchat. Lief. We moesten in ieder geval die taart maken. Ja, wat een enge geluiden, zegt Annelien ook. Ja, dat bedoel ik. Dat doe je er niet aan. Oh, wacht even. Nee. Oh, ik dacht dat ze het wilde gaan eten. Die bloemkool is echt vet handig. Echt helemaal blij met die bloemkool. Best wel goed te doen eigenlijk, zo meer van die kinderen, joh. Dit gaat hartstikke goed. Oké,
Eén ding, voordat ik, als zij zometeen wakker wordt, gaat ze hier lezen over In de ban van de wip. Liefde in tijden van boterhammen. Nee, dit zijn allemaal gekke romannetjes. Dat gaat ze niet zitten lezen. Kan ze hier niet gewoon iets lezen. Nee. Meteen wakker ook. Dishaira, dankjewel weer voor je superchat. Ja, die bloemkool die doet het gewoon beter dan Marissa. Marissa, ja, maar echt toch? Maak de baby een peuter. Ja, hoe deden we dat ook alweer? Klik op ouder worden. Was dat het gewoon? Hoefde je meer niet te doen? Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen? Hoe word je beter in handigheid? Dan vroeger weet ik in The Sims 3 dat je altijd gewoon een boek ging lezen. Misschien moet ik gewoon een boek kopen hoor. Maar vroeger ging je altijd gewoon boeken lezen. Liet je dat gewoon heel lang lezen. Ja, je moet een boek kopen. Ja, oké. Want dat wou ik zeggen. Maar dat hoefde dan vroeger niet. Dan had je gewoon een boekenkast. En dan kon je dan gewoon een boek in The Sims 3 had ik dat wel eens gespeeld. En dan gingen ze dat boek lezen. En dan werden ze vanzelf wel beter in die skill. Oh ja, bakken. En dan zit dat denk ik gewoon bij handigheid. Gok ik. Even kijken, gaan we even naar de H. Huiswerk. Nee, geen huiswerk. Is hij weer hoor, in de ban van de wip. Ja, je moet een boek op. Kinderen zijn altijd slimmer, zegt Ellen. Nou, niet altijd. Maar ze hebben altijd wel wat meer... Minder andere dingen ook de hele tijd tussendoor die ze moeten doen. Zoals vieze wc's poetsen. En wasbakken schoonmaken. En leren handigheid. Je hoeft geen boek te kopen. Oh, je hoeft niks met boeken te doen. Hoe wordt ze beter in handigheid dan? Hoe moet ze dat doen? Want ze mag ook niks klussen, omdat ze niet handig genoeg is. Kijk, ik kan haar dus niet dit bed laten fixen. Oké, wacht, ik weet even niet hoe het moet. Nou, we zien het zo meteen wel. We gaan wel eerst die baby groter laten worden. Meer keuzes. Ouder worden. Opla. Kijk, ze is ook net wakker. Gaan we dat doen? Kunnen we er een peuterbedje onder zetten? Dat is wel lief. Die past er precies zo rechtonder. Maar Bloem kon niet naar school. Oh. Daar vraag je me wat. Waarom is zij niet naar school? Oh, wat ben ik slechte moeder in het spel. Hoe moet zij naar school? Waarom gaat ze niet naar school? Ze zit ook gewoon de hele dag in die pyjama. Waarom? Waarom is zij niet naar school? Repareren kan ze wel als het stuk is. Maar verbeteren nog niet. Ah, oké. Dus ze moet gewoon vaak als er iets stuk is dat gewoon maken. Ja, voor handigheid moet je oefenen. Het is een vaardigheid. Ja, dat had ik inmiddels door. Maar dan moet ik alleen eens even weten. Er is een handigheidstafel, schreeuwt Salade tegen me. Dank je. Daar ben ik heel blij mee. Oké. Dat vind ik echt een goede tip. Maar ze moet naar school. Ja, ze moet om 8 uur naar school. Maar dan wordt ze niet vanzelf opgehaald. Want vroeger ging het gewoon in het spel automatisch. En dan was het gewoon toet-toet. En dan gingen die kinderen gewoon hoppa naar school. Yay! Storm is ouder geworden. Top. We moeten eigenschappen gaan toevoegen. Oké. Even kijken. Wat gaan we doen? Ze is... Is het een beetje zo'n engelachtig kindje? Ze zijn nooit opstandig. Geen driftbuien. Ze kunnen gemakkelijk met vreemden praten. Top! Ik wil een heel makkelijk kind. We gaan voor engelachtig. Let's do it. Ja, ja. Kunnen dagenlang spelen met speelgoed. Ja, helemaal goed. Ben ik echt heel erg aan het... Daar is ze dan. Hoe ziet ze eruit? I don't know. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat die waffetjes kan een makeover kan gebruiken. Maar ik vind de jurkje wel schattig. Oké, nou, tot zover het babybed. Hoi. Hoi. Heb je al een boek gekocht? Nee, moet ik nou wel een boek kopen? Ja, moet je een boek kopen. Oké, want iedereen schreeuwde net, je moet geen boek kopen, dat hoeft niet. Tuurlijk wel. Oké. Je moet wel goed lezen. Je moet wel bij de H kijken. En niet ja, ik was bijna bij de H. Niet, je was bij de I. Welke letter komt er na de H? Ik ga een bedje kopen. Even kijken, een peuterbedje. Even kijken. En het is een eenpersoonsbed. Nee, dat vinden ze altijd nog een beetje te spannend. Doei, Rick. Rick is weer weg. Verander het uiterlijk van Storm. Ja, dat kunnen we zo wel doen. Ik koop eerst even een bedje voor haar. Anders gaat Rick zo meteen maar zeggen dat ik alweer voorbij de bedjes ben gescrolld. Omdat ik weer niet goed zit te lezen. Waar hebben we een peuterbedje?
Peuter, bedje, peuter. Ah, oh, die doen we. We doen een racebed. Hoppa, want ze is zo lief geweest. Ze krijgt gewoon een racebed. Ilona zegt, je kunt je vaardigheid verhogen door een handigheidsboek te kopen en te lezen. Of een houtsnijtafel te kopen en dingen te maken op dat ding. Niet al naar de chat luisteren. Dank je, Ilona. Dank je wel voor je tips. En Annelien zegt nog, Maris die straks, vroeger was alles in de Sims beter. Nee, dat is zeker niet waar. Want vroeger in de Sims, toen kon je nog niet je hele kavel wat je had gebouwd, je huis zeg maar, gewoon zomaar in één keer verplaatsen of in één ruimte in één keer groter maken. Dat vond ik zo fijn dat dat in de Sims 4 er in één keer bij zat. Maar Sims 3 was wel heel veel, je kon wel meer. Zoals dat behang aanpassen en zo vond ik wel dat heel erg leuk. Oké, ik heb een racebed. Wat vinden jullie van mijn racebed? Vinden jullie het mooi? Je kan ook unicorn op het bed. Wat? Oh, ik mocht niet meer naar de chat luisteren, zei Ilona. Oh! Nou, de chat heeft toch wel gelijk. Oh, nee, we gaan voor een unicorn bed. Ze krijgt een unicorn bed. Ze is het laatste kindje. Ze wordt helemaal verwend. Kijk. Oh, een unicorn racebed. Oké, dat matcht ook vet goed met de interieur. Maar aangezien het huis toch al vet lelijk wordt, kan dit er ook nog wel bij. We doen dit. Oké, we hebben alles voor een peuter, want het potje stond nog klaar. Gaat ze nou automatisch naar school? Ja, naar de basisschool gaan. Oh, ze worden niet meer opgehaald met zo'n gele bus. Ze gaan nu gewoon lekker zelf. Oh, nou top. Dat was makkelijk. Oké, ze is naar school. We gaan even kijken. Ik vergeet altijd weer hoe we dit nou kunnen deden. Mechtel, welkom bij de Creative Crew. Wat leuk. Ik zit er dus aan na te denken hoor. Waarom vergeet ik toch elke keer al die dingen? Dat is wel, er zitten in deze echt zoveel. Ja, als je het niet zo heel vaak speelt, dan vergeet je het nog wel eens. Is het bij outfit plannen? Sims aanpassen natuurlijk. Oké, sorry. Ik was even aan het nadenken. Wat leuk dat je lid bent geworden van de Creative Crew. Superleuk. Geniet lekker van je nieuwe emojis en van je badge. Wist je dat Maris in het Spaans parel betekent? Nee, dat wist ik niet. Nou, dat is wel mooi. Wel een mooie betekenis. Maar eigenlijk heet ik Mariska. En Mariska betekent volgens mij niet zo heel veel spannend, want volgens mij is dat gewoon een variatie van Maria. Dus volgens mij valt het gewoon onder dezelfde, dacht ik. Een Hebreeuwse naam, volgens mij. Oké. Hier is ze. Nou, ze is op zich wel schattig, maar... Ik weet niet. Nee. Nee, ik vind dit kan beter. Dit kan beter. Maar ze moet in ieder geval van een ander kapseltje. Ik wil echt iets schattigs. Echt met lieve staartjes. Of iets cuties. En dit is echt bloemkool, hadden we dit haar gegeven. Dus dat moet ze niet, maar ze moet wel iets liefs. Lieve staartjes. Ja, zoiets. Zo schattig, want ze is heel engelachtig, hè. Dus ze moet ook heel, heel... Maar wat? Ja, ik weet het niet. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon niet zo heel mooi. Waarom heb je je naam eigenlijk veranderd? Ik heb mijn naam niet veranderd hoor. Alleen Rick noemt me altijd Maris. Dus ja, ik noem mezelf daardoor ook altijd Maris. En daardoor heet ik ook overal gewoon Maris. Maar mijn naam is gewoon Mariska. Maar niet veranderd of zo. Maar ik vind het gewoon niet zo'n hele mooie naam. Sorry voor alle Mariska's. Maar ik heet ook liever Maris. Hey Maris, ik en mijn vrouw kijken altijd de video's van de livestream. Vandaag voor het eerst dat we live kijken. En voor het eerst dat ze met z'n drieën kijken. Want onze dochter is geboren maandag. Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Ja. Nou, dat is wel heel erg gezellig. Hopelijk gaat het bij jullie iets beter dan hoe het hier gaat. Nee, niet bij ons. Maar hier zo in de Sims. Want daar gaat het niet. Ja, nu niet allemaal massaal Mariska gaan zitten typen. Hè? Nee, kijk, dan komt er. Hoi Mariska. Hoi Mariska. Mariska. Ja, heel leuk. Heel blij ben ik weer met jullie vandaag. Wordt weer een hele leuke stream. Zit die meneer gewoon even lief te feliciteren met de geboorte van zijn kindje. En dan komen jullie... Mariska. Nee, mag. Is oké. Oké, we gaan verder. De knotjes. Of gaan we voor een strikje? Ik zeg dat we doen...
Ja. Knotjes. Lieve, ja, lieve knotjes. Ja, dit wordt het. Dit is leuk. En de outfit, daar ga ik niks aan doen. Ik heb vorige keer daar vet veel tijd in gestopt. En toen een beetje was ze zo groot. Dus we laten het gewoon zo. Hoppa. De gezichtjes verder oké. Okay. Ik vind het wel schattig. Het was gewoon echt dat kapsel. Alhoewel die oogjes kunnen we misschien ook nog wel. Ze moeten die hele... Oh, ik ben een engeltje. Oogjes. Nou, het zit er niet tussen, denk ik. Dit is storm, jongens. Dit is wat ze er gewoon niet uitziet. Goed genoeg. Niks meer aan doen. Oh, Bloemkool moet ook huiswerk maken. Oh, ook nog. Oh, jeetje. Oké, okay, maar ze heeft er niet... Ah, oh, kijk nou. Is dit lief. Zo ziet het er vet schattig uit. Dat vind ik echt wel lief. We doen het gewoon zo. Dit is helemaal leuk. Waar is ze nu heen? Kijk, oh, en trouwens, hè, ik had vorige keer, omdat ik met zwerven Marissa zo verlast had, dat ze de hele tijd zo van alles vanzelf aan het doen was. Oei, even tussendoor. Ik heb rekeningen die ik moet betalen. Oei. Maar ik had vorige keer met zwerven Marissa, had ik dus dat automatisch bewegen en dat ze van alles gingen doen, had ik uitgezet. Dat heb ik net weer aangezet, omdat ik dacht van ja, als ik zoveel mensen heb, maakt het misschien wel makkelijker als ze gewoon zelf naar de wc gaan. En dat ze de hele tijd zitten te wachten totdat ik het een keer ga doen. Kijk hoeveel beter het meteen gaat. Dit is echt... Storm is engelachtig. Ja, dat is misschien wel een klein beetje een rare combinatie inderdaad, ja. Maar ja, hè? Ach. Oké, okay, wat ben ik aan het doen? Waar ben ik? Oh, lekker aan het slapen nog? Oké, okay. Gaan we intussen even de rekening betalen? Ik heb mijn zus overgehaald om geen spel te spelen. Kan nu gewoon rustig met mijn snoepjes en M&M's kijken eindelijk. Ah, Lisa, dat heb je goed geregeld. Hoe heb je je zus omgekocht dat ze niet een spel met je ging doen? Oh, maar wel gezellig dat je erbij bent. En dankjewel voor je superchat. Ik moet even rekening betalen. Niet mijn favoriete onderdeel van de dag, maar we moeten het doen. En ook dat ben ik weer vergeten, hoe dat ook alweer ging. Waarom onthoud ik dit soort dingen toch niet? Maar het komt goed. Rekeninginformatie openen. Kijk. Nee. We waren er wel, volgens mij. Maar we moesten ergens rekeningen betalen. Oh, hier. Kijk, ik weet het nog wel. Rekeningen betalen. Gaan we doen. We hebben op zich nog wel wat geld. We kunnen hier... Kindje vermaakt zich wel hier in die stoel. We kunnen hier wel even alles gaan zitten verkopen. Dan hebben we weer wat geld. Vraag me trouwens af of hier nog iets in zit. Rebecca in Nederland, dankjewel voor je superchat. Nee, ik speel nooit Minecraft. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik het spelletje eigenlijk altijd een klein beetje te lelijk vond. Daar wilde ik het nooit spelen. Maar ik weet inmiddels van iedereen dat ze altijd zeggen, je moet gewoon spelen, want het is echt superleuk. Maar toch vond ik het altijd een beetje lelijk. En wat ik niet zo fijn vind is dat je zo vanuit first person speelt, zeg maar. Dus ik word er altijd een beetje misselijk van als ik bij andere mensen meekijk, zeg maar. Dus daarom, dat zijn voor mij de redenen waarom ik het nooit heb gespeeld. Maar de kinderen die zijn wel wat meer van de Minecraft. Die hebben het in ieder geval wat vaker gespeeld. En dan doen ze er hele leuke creatieve dingen in. Dus ik kan me voorstellen dat het leuk is. Oké, even. Want ik heb nodig zaadjes. Want ik heb hier natuurlijk vorige keer die plantenbak geplant. Kijk, en hier kan je natuurlijk ook zaadjes in planten. Hebben we nog zaadjes? Kijk, basilicum. Oh, ze wilde net lekker gaan liggen. Nope, niks lekker liggen. Wat ik me wel afvraag eigenlijk. Waar slaapt zij? Oh, ze slaapt al niet meer. Oh, daar kan ze dus niet bij. Oh, dat is jammer. Die staat er dus eigenlijk gewoon echt alleen maar voor de sier. Oké, okay, nou ja. Dan staat hij er maar voor de sier. Helaas. Doen we net alsof daar hele leuke plantjes in zitten. Ik ben juist in de live gekomen. Wat heb ik allemaal gemist? Superveel. Maar leuk dat je er bent. Maris werd gebeld. Oh jongens, heb ik weer helemaal niet zitten opletten. Oh, wat erg. Ik heb een plantenbak geplant. Oh, geplaatst. Nou, dat zeg ik. Dat is waarom ik geen verboden woord wilde doen voor vandaag. Want ik heb soms van die dagen dat ik echt heel slecht uit mijn woorden kom. En vandaag was echt zo'n dag. Dat ik dacht van, het is misschien maar beter om geen verboden woord te doen. En ik zag jullie allemaal massaal stemmen. Geen verboden woord. Team, geen verboden woord. Dus ik was het er helemaal mee eens. Helemaal geen slecht idee. Oké. Okay. Wow, je hebt precies 15.000 euro. Nou, dat is dan wel weer netjes. Kijk ze nou... Jongens, we kunnen vanavond gewoon hier zitten kijken. Ik ook. We kunnen gewoon genieten van deze show. Doe alles zelf. Bestrijden. Ze doen het beter dan ik. Ik
ze zat alleen maar te vreten en alles te laten stinken. Kijk. Kijk hoe hard ze zichzelf aan het ontwikkelen is. Doe helemaal niks. Kijk maar, doe helemaal niks. Ik zit hier gewoon alleen maar te kletsen. Dit is top. Dit is makkelijk. Een hele avond vullen met de stream. Kijk, dan doe ik dit. Nou, ga ik lekker taart maken. Kijk jongens, ik ga taart eten. Nou, dit is toch makkelijk? Makkelijk spelletje, joh, dat is de Sims. Niks moeilijks aan. Oh, wat erg. Oké, okay, nee, zij staat hier wel een klein beetje te niksen. Ik ben even vergeten hoe ik ook weer zaadjes moest kopen. Plantontwortel, ik weet niet wat het is. Just Me is lid geworden van de Creative Crew. Wat leuk, welkom. Geniet van je nieuwe emoticons. En natuurlijk gewoon voor de... Van de gezelligheid. Gezelligheid, dank je. Oh, ze loopt er niet zo best bij. Ze heeft er niet zo heel veel zin in. Ik werd weer gebeld, hè? Ik zag iets afgaan. Kijk. Ik word weer gebeld. Gefeliciteerd met het nieuwste gezinslid. Oh, dat is lief. Dank je. Als Maris zich voorstelt aan nieuwe Sims, dan kan ze de relatie met een hogere hoeveelheid vriendschap beginnen, omdat haar reputatie haar vooruitsnelt. Nou, zij moet echt slapen, denk ik in ieder geval, want dat gaat niet al te best. Al heeft ze meer honger. Joh, ze zijn echt zo zelfvoorzienend. Dat is echt gewoon... Huppa, stinkt. Joh, het ruikt niet lekker. Vieze taart. Alles stinkt. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben blijkbaar niet zo heel goed in schoonmaken. Kijk, zij ligt al gewoon keurig op bed. Dit gaat top. Het is eigenlijk gewoon bijna een beetje saai als je gewoon alles automatisch aanzet. Als je dat vergelijkt met vorige keer, hoef ik helemaal niks te doen. Volgens mij groeien die planten niet, omdat het niet het juiste seizoen is. Oh joh. Robin, dankjewel voor je supersticker. Ja, dat zou best wel kunnen hoor. Dat het misschien daarmee kan zijn inderdaad. Kan ik het er dan ook uithalen? Ik denk het niet, hè. Misschien moeten we dan anders even nieuwe dingetjes erbij gaan toevoegen. Ik heb heel eerlijk gezegd dat tuinieren ook nog nooit gedaan. Dus ik heb vorige keer voor de eerste keer die tuindingetjes gedaan. Het ging redelijk vanzelf. Dus ik had het idee dat het allemaal wel goed ging. Oh, en we hebben hier ook nog deze. Daar kunnen we ook nog wat in verbouwen. Maar we kunnen er nog wel eventjes een paar bij plaatsen. Kijk maar, we hebben hier toch ruimte over. Want we hebben nu... We gaan gewoon vet veel verbouwen. Want we hebben nu natuurlijk een nieuw gezinslid erbij. Dus we hebben ook wel meer nodig. En hier kwamen we er eentje tekort. Maar ik weet niet meer wat hier zit. Knoflookzaadjes, denk ik. Oei, dat kost wat. Oké, en dan doen we hier zaadjes kopen. Wat zullen we doen? Wat levert een beetje goed geld op? Bloemen, groenten, kruiden, vruchten, magische planten? Ik heb mijn chocoladereep afgegeven. Lise. Oh, dat is wel lief van je. Maar ook wel een beetje sad voor je chocoladereep. Maar dankjewel voor je superchat. Groetjes van een Spaanse volger. Oh, wat leuk. Oh, wat gezellig. Lekker vanuit Spanje kijken. Dankjewel voor je superchat. Hey Maris, heb jij Encanto gezien? Nee, die heb ik niet gekeken nog, die film. Bloemen? Ja, gaan we bloemen doen? Oké, doen we startbloemen. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Is vier gewoon... 1, 2, 3, 4? 4 van die dingetjes? Ik weet het niet. We gaan het even kijken. Dan ga ik ze eerst even planten. Dan zitten ze in je... Inventory, ja. En dan... Oei, ging het goed? Waarom vergeet ik dit toch altijd allemaal hoe dit werkt? Waarom vergeet ik dit toch? Onthoud het nou toch maar eens. Je weet nu toch wel een keertje hoe het werkt. Wat komt zij hier doen? Wat zit zij te doen in mijn prullenbak? Eeuw. Ik was even vergeten dat we in dit gebied woonden. Waar die mensen gewoon in die prullenbakken gingen zitten. Mechtel, dankjewel voor je superchat. Ik koop er nog één. Die gaat er niet ook in mijn prullenbak zitten, hè? Nee, hij gaat er ook wat van zeggen. Magische planten, PLS. Oh, dat... Rebecca, magische planten, please. Oké, ik heb nu in ieder geval die bloemen gekocht. Maar even, dit was wel echt heel bijzonder, hoor. Ik kijk altijd vanuit Spanje. Twee woonden eerst in Enkhuizen. Toen kon ik in Spanje werken voor een Nederlandse energiemaatschappij. Oh, wel leuk. Wel even een heel spannende onderneming. En Enkhuizen is trouwens heel erg dichtbij met waar wij wonen. Dus je bent nu niet zo heel dichtbij meer. Maar je was wel heel dichtbij. Maar wel heel dapper van je dat je dat voor zomaar durft. Dat zou ik toch niet zo heel snel doen. Maar ik spreek ook echt nul Spaans, zeg maar.
Ja, dat was heel romantisch, hè? Dat gebeurt gewoon allemaal in mijn tuin. Terwijl iedereen hier ligt te slapen. Kijk, kerstverse ouders, super moe. Niet eens lekker in hun bed gegaan of zo. En hier in de tussentijd gaat ook alles mis. Ik ga wel heel even een handvaardigheidstafel neerzetten. Dat lijkt me wel leuk. Ik ben wel benieuwd wat we dan kunnen doen. Maar wat hebben we dan nodig? Er is wat vast hierbij. Waar vind je zoiets? Waar staat dat hierbij? Binnenactiviteiten. Hobby's en vaardigheden. Kijk, hobby's en vaardigheden. Werken voor archeologie. Nee. Want ik moet dat bed fixen. Ik was INDD dichtbij, ik ook niet. Dankjewel voor je superchat. Ja, je was inderdaad. Oh, je spreekt ook geen Spaans? Oh, dat lijkt me echt vet moeilijk. Nou, kan je wel Engels praten daar, maar dat lijkt me wel echt eventjes een dingetje. Je kippen. Ja, die heb ik ook nog. Die moeten ook nog verzorgd worden. Maar wacht even, jongetjes. Ik moet even een handvaardigheidstafel. Kaarsen maken. Welke is de handvaardigheid? Houtbewerkingsbank. Ja, hier. Timmerkwaliteit 4 plus handigheidsvaardigheid. Prima. We gaan een timmermanstafel neerzetten. Die doen we... hierachter. Dan gaan we hier gewoon zo meteen... Zullen we hier een schuur maken, trouwens? Zullen we dat doen? Mag dat, eigenlijk? Mag dat? Of moet ik dit nu ook in het huis neerzetten? Nou, ik vind dat het mag. En doen we voor de rest niks in die schuur. Maar dan bouwen we even een heel klein schuurtje erbij. Ik vind dat het mag. Wat vinden jullie? Jawel, toch? Wacht, ik vraag het wel in een poll. Mag ik... een schuur bouwen. Dan ga ik niet in die schuur een bed zetten of een bank of weet je, een chillkamer. Dan doe ik echt in die schuur alleen maar de werkbank en een fiets of zo. Weet je. Mag dat? Ja of nee? Anders ga ik even een schuurtje eromheen bouwen. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Is INDD een ding? Get JRHH. Maar ja, net als de Spanjaarden schreeuwen en met handen praten en FIFA Hollandia zingen, dan praten ze wel Engels. Oké, nou je redt je dus wel. Dankjewel voor je superchat. Dat ben ik ook altijd als ik ergens op vakantie ben of zo. Dan ben ik ook nooit zo heel goed in de talen. En dan ga ik gewoon ook met handen en voeten praten. En dan komt het vanzelf wel goed. Ik heb vandaag een red velvet taart gebakken. En toen heb ik een glas laten vallen. Toen zat een glas in de taart. En toen moest die taart weg. Carmen, nee. Oh, wat erg. Dat zat even flink tegen, zeg. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook gestraft. Want, wacht even hoor. Want, zo, deze doet het weer. Mijn cake is droog. Ik zal hem laten zien. Je wil nu weten hoe dit eruit ziet in de tussentijd, maar kijk. Dit is hoe mijn cake er nu bijna... Het lijkt alsof er een muis aan heeft gegeten, maar dit ben ik zelf geweest. Maar hij brokkelt helemaal uit elkaar. Als ik een stukje van mijn cake wil, kijk, hij is echt heel droog. Dus hij is eigenlijk niet zo lekker. Dus dat was waarschijnlijk gewoon mijn straf. Dat ik weer niet heb kunnen wachten en weer te snel... mijn cake heb lopen eten, denk ik. Oh no, Carmen is back. Nee, het is vast de andere Carmen. Nee, ik weet het niet. Oké, ja, jullie vinden dat het mag. Ik mag dan een schuurtje erbij bouwen. Nou, gelukkig, dat vond ik zelf ook. Daar ben ik blij om. Maar wij maken gewoon even een hele andere challenge ervan. Oh, deze even omhoog. Nee, maar ik vind ook dat het mag. Net als die aanbouw, dat vind ik ook gewoon dat het mag. Maakt toch ook niet zo heel veel uit. Een schuurtje, aanbouwtje, moet kunnen, toch? Als je maar niet, weet je, dat zei ik net ook. Als ik dan niet dan maar daar dan bed in ga zetten. Want dat vind ik dan wel stom. Om dat te doen. Oké, een schuurtje. Ik heb alleen nog niet nagedacht over hoe we het schuurtje gaan bouwen. Even kijken. We doen gewoon een klein, simpel schuurtje ernaast. Hij wordt wel even hoog. Oh, dat is wel een beetje raar. Oké, wacht. Ik heb een idee. Je bent echt sapper. Hier? Ik vind je Sims echt grappig. Dankjewel, Laura. Dankjewel dat je me sapper vindt. En grappig. Wat maakt ze er ook van? Oh, waarschijnlijk dat er net één P is. Een grappig sapper. Maar dankjewel. Wat lief. En Liz, dankjewel voor je super sticker. Thank you. Oh, dat mocht ik niet meer zeggen van ik, hè? Maar is, ik moet naar bed. Oh, slaap lekker, Janneke. Welterusten. Is de Nintendo het geld waard? Het ligt eraan hoeveel je het doet op de Nintendo natuurlijk. Maar ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ben er altijd heel blij mee. Ik ga hier de schuur bouwen trouwens, even tussendoor. Want ik maak hier gewoon een heel klein schuurtje. Kijk,
Het wordt niet heel groot, maar hè, de schuur hoeft ook niet groter te zijn dan ons hele huis. Dat is misschien ook een beetje raar. Doen we dan een klein dakje op en maken we hier het schuurtje. Ik vind het wel een heel hoog schuurtje hoor, to be honest. Maar ik kan hem niet heel veel lager maken dan dit. Oh nee, volgens mij wordt het wel leuk. Doen we hem gewoon helemaal van hout? Hier, net zoals dat huisje denk ik. Nee, wel van dat gierige hout. Echt van dat hele goedkope hout. Hoi Maris, hoi Teersa. Waar is Bloemkool? Nou, Bloemkool die is nu eventjes naar school. En ik dacht, dan ga ik in de tussentijd heel random een schuur bouwen. Daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik wil dat ze even wat handiger wordt. Dus daarom. Liz, dankjewel voor je supersticker. En je kan natuurlijk zo'n werktafel ook gewoon buiten neerzetten. Maar ik dacht, ja, ach, ik kan ook gewoon even een schuur bouwen. Nee joh, Laura, ben je gek? Was juist alleen maar heel grappig. Dankjewel voor je superchat. Maris, die wil echt niet spelen. Die wil alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Ik heb vandaag achtste groepers huilen niet gekeken omdat ik geen zin had om dat boek te lezen voor mijn boekbespreking. Heb het al binnen 23 dagen, help. Oei, oei, oei. Maar pas er wel mee op, hè. Ik was vroeger ook zo. Ik was ook altijd lui. Hey, nou, we zouden dat... ja, hè? Nee, dat wisten jullie vast nog niet van mij. Maar ja, toen had ik ook altijd zoiets van... Ja, yeah, kijk wel de film. Maar er zitten toch altijd kleine dingetjes in het boek. Het lijkt op een mega vogelhuis. Ja, maar echt. Het is echt heel hoog, maar ik kan het niet lager maken. Maar nog even over die boekbespreking. Ik had het dus ook altijd. Maar toch zitten er altijd dingetjes in het boek die dan weer... Dit is trouwens weer dezelfde. Die dan weer, zeg maar, niet in de film zitten. En dan gaan ze het daar wel op... weet je, dat gaan ze wel testen, zeg maar. Dus wat ik dan nog deed, was in ieder geval dan op internet... en dan nog wel opzoeken op andere mensen hun boekbesprekingen. Oh, sorry. Mag geen tips zijn? Gewoon boek lezen. Ja, maar ja, las jij alle boeken dan? Ja, om examen. Echt? Ja. Heb ik twee weken voordat ik mijn bespreking, mijn dingen zat, dan heb ik ze allemaal gelezen. Oké, je moet gewoon goed je boeken lezen. Ik heb niks gezegd. Kan de schuur niet lager? Nee, ja, ik zou dat ook wel willen. Ik vind het ook nooit zo mooi. Maar als ik deze omlaag doe, kijk, dan gaat het... oh, wacht. Dan gaat dat andere huisje toch ook omlaag? Oh nee, we kunnen wel de grond intrappen. Kijk, ik kan bij deze... Hij staat natuurlijk hier op lage muur. Kijk, maar dan gaat dit huisje dus automatisch ook op lage muur. En die wilden we vorige keer heel hoog hebben. Nou kunnen we ook zeggen, dan doen we dit huisje ook gewoon heel laag. Maar ja, dan hebben we dus dit soort problemen. Dat die televisie nu heel raar zit. En die gordijntjes en zo. Maar op zich is dat niet zo'n probleem. Ik vind dat wel mooier, denk ik, dan dat hele hoge schuurtje. Dus, dan moeten we het zo doen. Het is het een of het ander. Kan niet allebei, helaas. Of misschien wel. Misschien heeft Ilona een goede tip. Ilona zegt in ieder geval, go Rick, goeie voorbeeld geven. Ja, oké, ik heb niks gezegd. Oh, Ilona die zegt trouwens, als je beeld wazig is, dan ligt het niet aan de stream. Dan ligt dat aan je eigen verbinding met je wifi. Dan moet je eventjes kijken of je dat wat beter kan regelen. Toch? Dat is toch het enige wat je er tegen kan doen? Ja, wij houden wel in de gaten of het wazig is. Ja, maar de stream is niet wazig. OW moet dan nog 170 pagina's lezen. Ja, dan moeten we nog 170 pagina's lezen. Maar je had nog een aantal dagen, zei je. Dus dat moet lukken, dat moet lukken. 70, easy. Dat moet lukken, dat kan jij. Niks opzoeken. Je hebt geen microhuis meer. Oh ja! Oh, je hebt helemaal gelijk. Oh, ik zit ook zo erg niet op te letten. Maar inderdaad, doordat ik dit er nu bij bouw... dan ziet hij dat natuurlijk ook als van... niet. Oké, nee, dat kan niet. Jongens, we kunnen geen schuur maken. Oké, gaan we niet doen. Dat gaat niet. Want dan heb ik mijn... Kijk, nu heb ik het wel weer. Je hebt twee nette tegels van de twee net voor deze raamplaats. En ik heb natuurlijk een microhuis, dus dat kan niet. Even denken. Zouden we het nog op een andere manier kunnen doen? Zouden we nog sneaky? Gewoon met paaltjes en een dak iets kunnen maken? Denk je dat dat kan? Nou, oké. Okay. Nou, dan niet, weet je. Hier, dan niet. We doen wel geen schuur. We gaan wel niet vals spelen. Laten we het dan gewoon zo doen. Die werktafel zet gewoon buiten. Helaas. Helaas. Geen schuurtje. Oh, of... Of zit er dan ook niet een kas? Hebben we niet een kas in dit spel? Dat weet ik eigenlijk niet. Ga zoeken. Kas, 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 kas. Nee, jullie weten dat vast. Hebben we dan niet een kas? Want dan zetten we hem daar gewoon in. Nou, dit doen we hem wel gewoon hier.
Niks spannends, maar gewoon hoppa. Van een hele mooie schuur naar random daar gewoon buiten. Kon ons het ook schelen. Dankjewel Mechteld voor je superchat. Doen we hem gewoon zo. Oké, nou iedereen slaapt. Ik ga hem even doorspoelen, zodat het even wat sneller gaat. Wat is Creabot? Wat is Creabot? Dat is Rikse bot. Die houdt automatisch alles. Die geeft van die comments, kan je dan invullen en zo. Voor de moderators is dat. Wat doet Creabot nog meer eigenlijk? Oh, Creabot houdt ook het verboden woord bij. Nou, en de moderators natuurlijk ook. Ja, dat soort dingen. Dat doet Creabot. Je hebt wel een kas. Ja, maar waar staat hij dan? In ecologisch leven zit een soort van kas. Oké, wacht. Ik ga nog heel even kijken. In ecologisch leven, filter hem even op de pack. Ecologisch leven. Filteren, pack. Er is trouwens een nieuwe pack, hè? Wisten jullie dat al? Trouwe pack. Maar ja, mijn poppetje was al getrouwd. Ik had hem niet meer nodig. Was eigenlijk net te laat. Maar... Er zijn ook al best wel problemen mee. Oh, echt? Ja, maar goed dat je dat niet... Rick zag dat er nog best wel wat problemen mee schijnt te zijn met die pack. Oh, ik heb nog helemaal niks van gekeken, heel eerlijk gezegd. Alleen maar de trailer. Oh, jongens, wat ben ik toch langzaam vandaag. Ik had jullie gelukkig al gewaarschuwd, maar het is echt heel erg. Ik kan het gewoon niet vinden ook. Hier, waar is ecologisch leven? Ik zie het gewoon niet. Mijn brein ziet vandaag gewoon niks. Ik moet ook nog een PowerPoint en een schilderij maken. Oh, nou, sterkte, Lise. Had je nou de chocoladereep maar zelf gehouden? Daryl die belde ook nog in de tussentijd. Oh, wat erg. Maar ik ben mijn kast aan het zoeken, Daryl. Ik heb geen tijd. Wat? Een vlijtige fibri... Oh. Dacht hebben dat er wat anders stond. Hier zit een soort van kas in. Ja, bedoelen jullie dan dit? Nou, het is niet echt een kas. Dit is meer gewoon een wojo. Dit is meer gewoon een hele overkapping. Wel heel tof, though. Maar niet echt een kas. Dat zal denk ik niet zijn. Ofwel, was dat degene die jullie bedoelen? Mijn brein ziet niks. Ja, maar echt. Hebben jullie niet wel zo'n die dagen dat je dan gewoon... Alleen maar... gewoon zo zit, zeg maar. Dat je gewoon echt geen... Dat er gewoon niks uitkomt. Dat je ook gewoon verkeerde woorden zegt. En dat je brein gewoon doet. Ik vervang dit. Aangezien ik hier nu toch niks mee kan. Doe ik liever dit. Dankjewel, Lieke, voor je superchat. Kijk. Doen we dit. Het staat veel mooier. Aangezien het nu toch alleen maar voor de sier was. Zo, doen we die daar. Oké, nou jongens. Klaar met die schuur. Geen schuur. We hebben geen schuur. Is er niet. Ik heb geen zin meer om te zoeken. Mijn brein ziet niks. Dat is het motto van vandaag. Mijn brein ziet niks. Maar de ogen zien alles. Ja, mijn ogen zien het wel. Maar mijn brein doet gewoon... Oeh. Wat is zij hier aan het doen? Jij was toch een engeltje? Ja, zij is er ook helemaal van verbaasd. Dat moet je niet zitten doen. Dat moet niet. Oké, we gaan haar even groter maken. Dan hebben we gewoon twee kinderen. Dat is echt super handig. Kan ik nou Bloemkool eigenlijk ook nog ouder laten worden? Kan dat? Ik had een grappig idee voor de schuur dat je aan de achterkant een raam doet met een stokje. Dan heb je een vogelhuisje. Ja, dat is inderdaad wel echt een heel erg leuk idee. Dankjewel voor je superchat trouwens. Dat was echt heel leuk. Ik moet even kijken hoe ik ook weer taart kan maken. Koken, zat hij daar nou tussen? Hadden we dan gewoon hier een taart? Hamburgertaart kon ook, hè? Dan gaan we voor hamburgertaart. Ach, kijk. Ze wordt alweer lekker met zonnebril en al in bed gelegd. Anders heeft ze last van het licht, want de gordijnen zijn niet open. Zijn nog steeds open. Kijk, een bloemkool zijn ondertussen tijd weer thuis. Maar die moet dus huiswerk maken. Maar dat doet ze niet. Ze gaat meteen naar bed. Ja, zielig kind. Dat is de hele nacht wakker gebleven. Hè, om voor die baby te zorgen. Die moest de hele dag naar school. Die komt nu uit school zo moe. Dat ze gewoon uit haarzelf meteen naar bed gaat. Dat is toch eigenlijk vet zielig. Dat is toch echt super zielig eigenlijk. Nee, dat kan niet. Oké, dus ik kan haar nu niet meer ouder maken. Dat moet nu gewoon echt opgroeien. Nou, dan moeten we dat even afwachten. Oké, zij is in de tussentijd de taart aan het bakken. Wat is zij eigenlijk aan het doen? Oh, nee. Zij zit hier gewoon te chillen met de man met de zak. Waarom loopt hij nog steeds met die zak op zijn hoofd? Vorige keer zeiden jullie, ja, dat doet hij alleen maar omdat er een of ander project loopt en dan heeft hij hem op. Hij praat zelfs over die zak, maar hij heeft alleen maar die zak.
Ik ga dit verbreken, want ik ga even zorgen dat zij nu even handig gaat worden. Zodat ik dat bed kan fixen. Wil niemand dood hebben in deze stream. Zij gaat een beeld maken. Een messenblok, want die is het goedkoopst. Ga dat maar even doen. Zij gaat een messenblok maken. Zij zit intussen bezig met die taart. De bloemkooltje slaapt. Die baby slaapt. Nou. Het gaat weer allemaal goed. Alles goed nu is. Alles gaat weer goed. Alles is gemanaged, inderdaad. Je moet de rekening betalen. Nee, dat heb ik ook al gedaan. Ik ben vet goed bezig. Je kunt bloemkool gewoon ouder maken, hoor. Gewoon op dezelfde manier als dat je het bij Storm doet. Oké, nou, dan doen we dat. Want dan kan zij tenminste lekker snel naar een ander huisje. En dan kunnen we weer een huisje bouwen. Jee. Het geluid van de game staat heel hard. Ja, vinden jullie hem te hard? Moet ik hem wat zachter zetten? Kan jij eens luisteren? Want hij staat misschien wel hard, hoor. Dat kan. Ja, dat kan wel. Ja, oké. Okay. Nou, top. Ik ga dat zo meteen regelen. Ze is even helemaal kapot van de taart. Ze is helemaal moe ervan. Zij is in de tussentijd... Zij is in de tussentijd nog steeds druk bezig om een messenblok te maken. En krijgt in de tussentijd kritiek van de man met de zak op zijn blote voeten. Of hij wil gewoon per se zijn verhaal vertellen over die zak op zijn hoofd. Daarom staat hij hier ook. Oh, de kippen. Oh, je chips. Ik moet ook nog voor die kippen zorgen. Oké, zal ik hem op min 4,7 doen? Zo? Klinkt hij zo goed? Is het beter? Oh, Kim vond het geluid prima hoor, zei ze. Maar is een zielige kippen. Oké, ja, sorry. Ik weet het niet. Hebben die kippen niet te eten gehad? Nee, dat doen ze toch... Ja, ik zal zo meteen als ze klaar is met dit, gaat ze chicken nuggets voeren. Kijk haar nu gewoon multitasken, hè? Ze is gewoon hier met... Oh, yep. Jep. Ze is met Jep aan het kletsen en in de tussentijd een heel messenblok aan het maken. Stinky. Hij is nog steeds stinky. Ja, is hij goed zo? Ja, het is vooral als je dicht bij die mensen zit, dan is het harder. Ja. Oké, nou. Zal ik hem op 5,4 doen dan? Doe ik nog ietsje zachter. Oké, nou doen we dat. Welterusten voor iedereen die gaat slapen. Rip de kippen. Ja, oh, vet set. Ja. Waarom heeft die man een zak op zijn hoofd? Ja, heel eerlijk gezegd, ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet. Vorige keer werd er dus gezegd van ja, dat komt omdat er een of ander project is, zeg maar. En dat hij daarom dus dat op zijn hoofd had. Maar ik vraag het me af. Nou, kunnen we dat messenblok verkopen? Kijk in je inventaris. Oké. Ik heb vet veel trouwens van die groenten. Dat gaan we ook even allemaal verkopen. 10 leeft het op. Nou, poepoe. Ook niet echt heel veel. Maar we hebben wel een messenblok waar ik helemaal niks aan heb. We gaan het gewoon verkopen. Hier. En ik ga ook... Ja, verkoop maar. Prima. Ik hoef niet eens aan iemand te laten zien. Dit gaan we ook allemaal verkopen. Spinazie verkopen. Ik zie het er inderdaad bij staan. Winter is dit inderdaad. Hier, we hebben vet veel basilicum. Hoppa. Peterselie. Kijk, het is niet veel. Je verdient hier niet veel aan trouwens. Grisantjes, best, verkoop maar. Oh, dit is bedorven. Dat kunnen we niet meer verkopen. En dit moeten we nog in de grond doen. En wat is dit? Een ei? Kunnen we ook verkopen. Kijk, dat levert heel veel meer op. Jawel, ja, verkoop. Oké. Dit levert een beetje, in ieder geval iets op. Het is niet heel veel trouwens, maar wel iets. Zij moet nog die dingen in de grond zetten. Dat is nog steeds niet gedaan. Ik weet ook niet meer hoe... Moeten ze hem dan in wereld plaatsen? In wereld plaatsen? Nee, toch? Wat gaat ze daarmee doen dan? Nee, toch? Wat moet ik... Hoe deden we dat ook weer? Gewoon openen? Oh! Oh, kijk. Planten. Ah. Planten. Ik ben eruit. Met die. Hier één. Plant. Ja, kijk, ja. Hé, hey, ik ben er weer uit. Ja, ik ben achter hoe ik het moest doen. Oh, jongen. Als je je peter groot maakt, dan kan je weer een mooie badkamer maken. Oh, ja. Dan kunnen we dat bad weer weghalen en zo. Ik heb er nog geen één keer gewassen trouwens. Mijn hamburgertaart is wel klaar. Dus als we slim zijn, gaan we er zo meteen wel voor even wakker maken. Omdat... wacht, ik doe dat even met die ander. Om dat even te gaan vieren. Want anders dan is die taart zo meteen weer bedorven. En dan hebben we dat weer. Gaat zij net eens dat die plantjes doen? Oké. Dan moet ik even kijken of ze er nu dus 1 doet. Ja, het is dus echt 1. Oké, dat is niet heel veel. Oké, dan moeten we nog meer planten. Die planten. Die. Oké, dan moeten we echt nog even wat meer bloemetjes kopen. Dan hebben we daar van die bloemetjes. Hier margrietjes. Waarom maar 3?
heb ik die andere per ongeluk iets anders meegedaan. En dan doen we hier zaadjes kopen. En dan doen we magische bloemen. Magische planten. Die vroegen jullie. Doen we er daar ook nog vier van. Dat kost een hoop geld. En volgens mij had ik er helemaal niet zoveel nodig. Maar dan planten we die zo meteen wel weer. En weet iemand hoe je die kaveleigenschappen aan kan passen? Dat kan gewoon als je gaat bouwen. Kijk, en dan hier klikt. En dan kan je hier alles aanpassen wat je nodig hebt. Dus daardoor hebben wij er nu ook een kleine van gemaakt. Een kleine kavel. Maar als het goed is, heb ik daardoor dus minder belastingen, minder rekeningen. Dus dat scheelt wel. Ik heb ook nog niet eens echt mega hard hoeven werken. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk zijn getrouwd met zwerver Maris. Dat maakt het er heel veel beter. Daardoor hebben we heel veel meer geld verdiend aan haar video's. Maar goed, dat heb ik ook zelf verdiend. Maar dan vorige keer. Wat is je origin naam? Kreatchik. Heel origineel, hè? Heel origineel. Oké, ze is wakker. Oké, nou, vak die plantjes. Kom hier. We gaan de taart doen. Even kijken. Hoe gingen we dit doen? Moeten we nu aan tafel roepen? Nee, we moesten kaarsjes blazen. Wacht. Niet. Nee, we moesten kaarsjes blazen. Even kijken, meer keuze. Bruidstokken toevoegen. Verjaardagskaarsjes. Kijk, hier wacht. Verjaardagskaartjes toevoegen. Kost een tientje, maar is oké. Okay. Iedereen is wakker. Bloemkool is wakker. Dit gaat goed. Kaarsjes erop doen. Ja, inderdaad. Ik heb het door. De kaarsjes gaan erop. Zij gaat ze er nu opzetten voor ze. Kijk maar. Et voilà. Kaarsjes staan erop. En dan gaan we nu kaarsjes uitblazen. Nee, niet jij. Stop. Oh, net op tijd. Storm moet de kaarsjes uitblazen. Ging het net wel goed. Hulp met kaarsen. Ja, ze mag wel helpen. Oh, ze is sad. Ze is echt heel schattig met die knotjes. En kijk dan dit wansietje. Oh, ze is echt heel erg schattig. Ze doen me echt somehow ook echt denken aan Emily. En dan Mila zo klein. Oh, yay! Nou, als het goed is, hebben we zo meteen. Ik had heel verwacht dat het vorige keer duurde het ook heel eventjes. Hebben we twee kinderen. A-B-O-N-E-E-R op C-R-E-A-C-H-T-I-C-K-V-O-O. De string op haar hoofd. Oké, hier had ze heel veel moeite mee. Alweer 3 maanden lid van de Creatje Crew. Wat superleuk. En abonneer inderdaad allemaal even op dit kanaal. Dat zou heel erg leuk zijn. En dan niet voor de string op haar hoofd. Dat weet niemand. Toch, dat weet helemaal niemand. Maris Bielijk, het gaat goed, later, help. Ja, maar echt joh, echt, dat heb ik altijd met dit spel. Nou, wordt ze nog groot of niet? Even kijken. Ze heeft alleen niet zoveel plezier, maar dat is niet echt. Waarom lopen ze eigenlijk altijd hier naartoe om ouder te worden? Bloemkool deed precies hetzelfde. Die liep ook hierheen en dan was ze hier en dan was het... Oh, ouder geworden. Ik kreeg ruzie met iemand op school over welk leegtewezen sterker zou zijn. Ik zei de Arcticorn, maar hij bleef maar zeggen dat het... Wat? Welk was het? I don't know. Ze waren allebei even sterk. Kijk. Wat was dit nou? Ik heb hier geen... Kijk, zie hier. Zie je dat ze dat doet? Daar zo daarachter. Waarom? Dat is geen idee. Maar oké, ze is ouder geworden. Ja, wat zullen we er maken? Als je nu opnieuw kaarsjes plaatst op de taart, dan kan Bloemkool ook ouder worden. Ilona, wat een goede tip. Dan hoeven we niet weer een taart te bakken. Dat is echt top. Jennifer, leuk dat je er bent. Ik ben super blij dat ik dit kan kijken. Ik ben een heel groot fan. Ah, nou, leuk dat je er weer bij bent. Gezellig. Oké, wat gaan we doen? Zullen we haar even heel handig maken? Kan ze al die klusjes gaan zitten doen? Nee, we maken haar heel slim. Goed? Hier, een wonderneurt. Dat gaat helemaal goed komen. Ze is heel engelachtig, maar wel een wonderneurt. Ze is namelijk... ja, en wat is er nog meer? Zij is echt zo'n boekenwurm. Daar hebben we die boekenplank. Hoppla. Ah, ze ziet er cute uit. Ze ziet er schattig uit. Kijk nou. Ze is echt heel lief. Ze schokt wel een beetje. Ze loopt net als de moeder. Maar ze is echt heel schattig. Heeft ze nog steeds niet zoveel plezier. Oh, wacht. Jongens. Wacht.
Het moment is daar. Volgens mij is echt 2 nachtjes geslapen in de eenhoornbed. Maar dat past er nu niet meer in. Dus deze gaat nu ook weg. En deze moet nu echt weg. Want nu moeten we gewoon een bed... Gaat wel lekker snel zo als we ze steeds zo groot maken. Dan zijn ze echt zo weer het huis uit. Ik weet niet of dat altijd al kon, maar vroeger deed ik dat nooit. En die baby's werden altijd weggehaald omdat ze altijd zoveel huilden. En dan kon ik er weer niet voor zorgen en zo. Maar zo met dat ouder maken. Volgens mij is dat dan... Ik weet niet of dat eigenlijk altijd al kon. Hey, even. Ik moet even een stapelbed. Even een leuke. Ik heb deze. Die hebben in heel veel kleurtjes. Niet echt per se een hele leuke of zo, vind ik. Zie? Nja. Maar als en we hebben deze... Ja, ook niet per se echt heel erg leuk, vind ik, heel eerlijk gezegd. Maar wat hebben we anders nog meer? Volgens mij niet zo heel veel. Volgens mij waren ze dat wel een beetje. Die. Ja, deze vind ik dus vet leuk. Maar daar zit een bureau onder. Dus dat hebben we niet zoveel aan. Oké, nou, dan wordt het gewoon die. Dan gaan we gewoon voor deze. Of gaan we voor deze? We gaan voor deze. En dan doen we hem wel zo in het oranje. Dan matcht het een beetje met dat andere. Wat hebben we anders nog meer? Een witte, een zwarte, een rode... Eel. Is ze echt niet zo heel mooi. Is ze echt niet... Wat hebben we bij deze? Dit is wel schattig. Doen we zo met van die roze bedjes. Nou. Kijk nou toch. Past gewoon allemaal, hè? Zouden ze er zo in kunnen? Jawel, toch? Het kan gewoon via dat trappetje. Wacht. Ik doe wel... Oh! Oh joh, kijk nou, je kan ook dit bedje hier weer losser uithalen. Dat wist ik niet. Je kan ook cheaten voor de behoeftes. Oh ja, kijk, je kan het bureau verwijderen. Dan kan je er zelf een bed onder plaatsen. Ja, daar kom ik dus nu ook inderdaad net achter. Zullen we dan even kijken wat ze dan nog meer hebben? Want ik vind deze bedjes wel echt allemaal heel veel leuker. Oh, deze is cute. Oké, dan gaan we voor deze. Kan die ook even zo geplaatst worden? Ja, want dan zit dat laddertje aan die kant. Dat is handiger. Dit is veel leuker. Oké, dan doen we dat kastje weg. Goeie tip, Ilona. Ik ontdekte het inderdaad net ook. Dat hij dus nu in één keer zo dus ook verplaatste. Maar dit staat veel leuker, vind ik. Zitten ze wel een beetje geprakt hier zo door dat bed heen. Maar we doen wel alsof dat niet zo is. Dan moet er nog een bedje onder. Ah! Dit staat schattig. In het groen. Hier, in het roze. Doen we die eronder. Het is niet helemaal dezelfde kleur bed, maar het is wel echt heel erg leuk. Oké, doen we hier nog dat boekenkastje. Ik weet niet of er ook nog een klein nachtkastje naast kan staan. We kunnen het proberen. Dat we daar nog een klein lampje op doen of zo. Even een heel klein kastje. Oeh, die is niet echt per se heel klein of zo. Deze hadden we. En dan doen we daar nog een lampje op. Dat is schattig. Oké, en de badkamer moet ik dus weer mooi maken. Hè? Want we hebben nu het bad dus niet meer nodig. Dus dan kunnen we dat wegdoen. Het potje kan nu ook weg, inderdaad. Oh, kijk, hier zijn mijn bloemenzaadjes. Dat was ook zo. Oké, wacht. Leg die even buiten klaar, ja? Ja, huppa. Daar zo. Noemen we die volgende keer er weer bij. Even een nachtlampje nog. Even iets leuks. Waar zijn de leuke nachtlampjes? Dit vind ik zo schattig. Oh, hier zit ook iets van een kaarsje. Oké, nou, het is echt totaal niet wat je normaal naast een bedje zet natuurlijk. Die kaarsjes, dat is wel schattig. Dat stond wel lief. Nu is hier de giraffenlamp. Oh, die is zo groot. Dan kunnen ze vast ook niet meer in de boekenkast. Doe hetzelfde bed. Is die er ook? Is er ook eenzelfde variant van? Willen jullie dat liever? Ik vond het op zich ook wel leuk als het een beetje een verschillend themaatje heeft, zeg maar. Even kijken hoor. Ik moet heel veel een lampje uitzoeken. Dit schiet niet op zo. Ik moet even gewoon een normaal klein lampje. Maar ik kan niks vinden. Wacht even. Ja, we doen dit. Huppa. Gewoon even een klein lampje. Ik hoop dat ze zo nog bij die boeken kan. Ik ga kijken voor het bed. Welk bed is het? Even kijken. Deze? Is dit hem? Nee, hè? Welke is het dan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Doe hetzelfde bed. Ja, ik wil wel. Welke is het? Ik weet het even niet, joh. Is dat deze? Ja, deze is het. Oké, doen we die. Maar dan wel even een ander kleurtje. Want hier, paars. Doen we die weg. Doen we die eronder. Dan doen we die. Alleen ja, kijk, dan wordt dus de kleur van het... Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, het staat wel mooier inderdaad. Jullie hebben gelijk.
Jullie hebben gelijk. Hij staat inderdaad wel mooi eronder. Het is alleen jammer dat het hout dan een andere kleur wordt als er dekbedje een andere kleur heeft. Maar ik wil het wel echt een ander dekbedje. Dus we doen het gewoon zo. Kijk nou hoe gezellig. Kijk hoe gezellig dit eruit ziet. Zo, al die bedjes bij elkaar. Het is echt een vakantiehuisje. En dat gaat nog goed, want ze kan ook nog steeds aan die andere kant instappen. Past eigenlijk best wel veel. Doe een stomme bad weg. Ga snel die badkamer weer eventjes maken zoals het was. Dat gaan we nog even doen hoor, want het was echt zo mooi. Weten jullie nog hoe het eruit zag? Weten jullie nog hoe het was? Jullie blijven me roepen opslaan. Zo vaak hoeft dat niet hoor. Dat crasht niet hoor. Gaat helemaal goed. Oké, opslaan, gedaan. We hadden deze aan de muur. En dat plankje hadden we niet daar. Dit plankje hadden we... Wacht, even deze omhoog. Oeh. Dit plankje... Ofwel, hadden we die nog hier zo hangen omdat ze daar dan de zeepjes aan hadden. We hadden hier de wasbak, weet ik nog. Ja, weer de oude badkamer. Ja, we hebben er eigenlijk heel weinig gebruik van gemaakt. Hoe vaak hebben we die kinderen nou uiteindelijk in bad gedaan? Echt heel weinig. Oké, welke wasbak was het ook alweer? Door dezelfde kleur als die andere. Nee, we laten het bed zo, is leuk. Laat het zo, niks meer aan doen. Even kijken, welke wasbak hadden we ook alweer? We hadden... Was het gewoon deze? Oh, dat is wel leuk, we doen gewoon deze. En dan hadden we zo'n rond spiegeltje erboven. Dat weet ik nog wel, want dat vond ik echt heel leuk staan. Deze. Zo. En we hadden hier iets, maar dan weet ik ook niet meer wat. Je had het plankje wel. Ja, oh, ik weet het alweer. We hadden ook van die plankjes boven het toilet. Dat stond vet leuk. Die moesten echt zo snel weg. Zo ons best voor gedaan de vorige keer. We hadden van die plankjes hier zo erboven. Kijk, doen we die even eentje omhoog. Zo. En daar hadden we handdoekjes of zo op liggen. Ja, de plankjes. Ja, met de handdoekjes. Ja, dat was het. Even kijken, die roze handdoekjes hadden we. Waar zijn ze? Hier. Dan gaan we ze helemaal naar boven plaatsen. Echt totaal niet functioneel natuurlijk dit. Maar we vonden het mooi. Dus we willen dit gewoon weer. Tandenborstels hadden we erop. Dat zou toch tof zijn als we gewoon weer precies hetzelfde terug kunnen bouwen als vorige keer. Oh, hu? Tandenborstel zit er niet helemaal goed. Nee wel, nu gaat het goed. Tandenborstels erop. Wat hadden we nog meer? Een plankje? Ik zou alleen echt niemand uitnodigen die claustrofobisch is. Nee, Melissa die heeft er ook al last van. Die zat vorige keer ook al... Oei. Het is wel heel klein hoor, om hierin te wonen. Maar toch, als je zo in de streams kijkt, valt het wel mee, toch? Ik vind het wel schattig, maar ik hou altijd wel van klein en knus. Ik vind het altijd echt heel gezellig. Je had een andere douche. Ja, we hadden uiteindelijk zo'n douche. Maar hadden we er nog iets tussen? Die muur ging toen niet. Want toen... Ofwel, hadden we die muur nog? Want die muur hadden we volgens mij weggehaald. Omdat het niet werkte, toch? Dan kon ze er niet bij. Of hadden we die wc toen zo neergezet en toen kon het wel of zo? Weten jullie dat nog? Ik weet het niet meer, maar het was zo mooi. Oh, de wasbak kan kwartslag draaien. Nou, dan zal dat muurtje er wel niet meer hebben gestaan. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk, denk ik. Dan hadden we het zo, denk ik. Oké, nou, ik weet het niet meer, maar we doen het wel gewoon zo. Dit is oké. Oh ja, en we hadden de douche iets meer deze kant op zo. Het was even een beetje provisorisch, maar dit was volgens mij inderdaad hoe het was. Ja, het glas moest weg. Ja, inderdaad. Oké, noemen we er nog een leuk plantje op. Volgens mij hadden we toen deze, want dat was volgens mij de kleinste die we konden vinden. Dan zetten we er die weer op terug. Nou, kijk nou. Helemaal gezellig. De wc-rol, die hangt er nog. Dus dat gaat nog goed. We kunnen er nog een handdoekje bij hangen. Dan is het helemaal gezellig. Dan is het helemaal gezellig. Kijk, handdoekjes er nog ernaast. Nou, jongens, wat je kwijt kan. Zullen we ook nog... Kijk, let op. Zelfs nog. Ze kan zelfs nog... De badjas kwijt. Kunnen we er twee? Ja hoor. Hoppa. Jongens, deze badkamer past eigenlijk zoveel in. Vind je ook niet? Ik vind dan voor een badkamer vind ik dit helemaal niet klein. Maar dat komt omdat wij zelf ook een hele kleine badkamer hebben. Ik vind dit echt super, super netjes. Alleen het enige irritante hieraan lijkt mij dat als je gaat douchen dat echt alles nat wordt. En dan als je daarna moet poepen, dan is je hele wc of plassen.
hoeft natuurlijk niet meteen dat is je hele wc nat en alles. En al je plankjes en alles is nat. Dat lijkt me vet irritant. En een gordijn vind ik ook vet irritant. Dus, nou goed, dit is leuk. Niks meer aan doen. Dit is leuk zo. Wat moesten we nog meer? Moesten we nog meer bouwen? Nee, toch? We hebben bedden. En jullie hebben het niet meer over die kleur, dat is goed. We hebben bedden. Wel vind ik het wel er mooi huisje. Marlissie, je vindt wel een mooi huisje. Doe hetzelfde kleur bed, dat is veel mooier. Nee, ik wil dat niet. Laat het zo. Laat het zo. We gaan weer verder. Niks meer aan doen. Er moet nog een lampje boven de spiegel. Oké. Laatste wat ik doe, oké? Laatste. Deze hadden we er volgens mij boven. En toen hadden we hem inderdaad in het koper. Hopla. Kijk. Zo goed. En dan doen we het spotje nog even boven de douche. Details. Oké. Klaar. Helemaal goed. Niks meer aan doen. Ik vind de badkamer super mega mooi. Ja, ik ook. Ik vind hem echt heel leuk. Nou, dit werkt. Kijk, zij kan lekker de bedje inklimmen. Zij gaat ook lekker de bed in. Oh, met sloffen en al. Ah. Oh, maar dat vind ik zo knus, hè. Dat ze hier zo lekker allemaal zo zelf zo in die bedjes liggen en zo. Alleen ik moet echt even snel zorgen dat we dat bed kunnen gaan fixen. Want anders gaat het echt niet goed. Oké, ze doet het op zich redelijk op school, zo te zien. Nou, prima. Ze heeft niet heel erg veel plezier. Kan ze niet anders even buiten gaan schommelen? Het is wel donker, maar... Hè? Oh, nee. Jij, nee. Wrong one. No. Nee. Hier, ga jij even schommelen. Oh, nee. Nou is ze wakker, hè? Oh. Waar is ze? Meteen, nee. Oh, meteen haar bed ook uit. Nee. Ik had even per ongeluk hier. Ga lekker weer slapen. Hup, niks aan de hand. Zij slaapt ook. Niet meer. Heel kort. Want ze moet naar de wc. En wat is zij aan het doen? Een dutje doen. Waar slaapt zij dan toch steeds? Daar? Oh! Gaat het misschien dan toch niet goed met dat bed? Ah, nee! Ah, nee, dat zou echt heel zuur zijn. Want ze lag daar net ook al. Toen was ik er ook al kwijt. Nou, we kunnen proberen om hem nog iets meer hierin te prakken. Zowel de bed weer uitklappen. We kunnen het proberen. Kijken of hij dan net even wat... Verbetering. Ik vind dat best wel eng, hè? Ik ben helemaal bang dat het vandaag helemaal misgaat. Kunnen beide Marisjes nog in bed komen? Vraagt Ilona. Ja, nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat dat dus het probleem is. En dat ze daarom dus de hele tijd op dat houten bankje slaapt. Ik had hem ook iets opgeschoven net. Ook met het idee van dan passen deze bedden goed. Maar... Ik denk dat het zo weer goed moet gaan. Als zij er nu vanaf deze kant gewoon in kan. Stinkt het hier naar oude schoen? Nou, lekker dan. Wat stinkt hier allemaal? Oh ja, ik snap het wel. Oké, wacht. Even opruimen. Nee, niet weer teruggaan naar je... Ze wil ook gewoon daar slapen. Ze wil gewoon niet in het lekkere bed. Ze is gewoon bang. Ze is gewoon bang. Bang dat hij gewoon in één keer opklapt. Net als ik. Uit veiligheid gaat ze gewoon al in dat andere bed. Gewoon buiten op dat houten ding liggen. Volgens mij staat dat muurtje in de weg. Nee. Want die was er vorige keer ook al. En toen hadden ze ook al geen problemen. Dit moesten we doen, hè? Even kaarsjes erop. En als ze dan zo meteen wakker worden, dan kunnen we met diezelfde taart nog een verjaardag vieren. Dat is echt super, super gunstig. Oh, ze slaapt niet. Oké, nou, kom maar. Maakt niet uit dat niet iedereen erbij is. Gewoon kaarsjes uitblazen. Je moet ouder worden, dan kan je uit huis. Vet zielig. Die bloemkool. Oh, ze heeft eigenlijk best wel een beetje een zielig bestaan. Kijk nou, zij rent weer terug naar waarschijnlijk de houten bankje. Ja hoor. Wat is dat? Hoezo wil ze niet in dit bed? Ze is echt bang. Tess zegt, ik ben claustrofobisch, dus ik kom niet in jouw badkamer. Nee, dat snap ik. Die hippie Marissa ook niet meer. Die gaat ook gewoon naar buiten. Die wil niet eens meer hier slapen. Maar Bloemkool, die blijft gewoon lekker schommelen. Ja, snap ik ook wel. Maar je moet wel slapen trouwens. Stop maar even met schommelen. Doe maar even nog niet kaarsjes uitblazen. Die kaarsjes laten we wel gewoon lekker de hele nacht aanstaan. Ga eerst maar even slapen. Je hebt het hartstikke moe. Je moet morgen naar school. Je moeder slaapt ook al buiten. Oh, die slaapt ook buiten. Nou, wat
is dit nou weer? Wat is dit? Wat een rare familie. Moet je nou voorstellen dat je s'avonds nog je hond aan het uitlaten bent en dan loop je langs het huis en dan zie je hier twee van die moeders slapen. Ze hebben niet eens het vuurtje aan, helemaal niks. Ze kunnen volgens mij prima in dat bed. Ik snap gewoon niet waarom. Dan heeft het echt te maken met dat bed ernaast. Maar koop gewoon een normaal bed. Ook al is een opklapbed leuker. Ja, misschien hebben jullie ook wel gelijk. Dan weet ik zeker dat ze niet doodgaat. Dan hoef ik geen handigheid te doen. Dat is misschien ook wel heel veel handiger. En ik klap hem toch 9 van de 10 keer niet op. Ah. Hier, gewoon een traditioneel bed. Hier, helemaal in dezelfde stijl. Kijk, doen we daar weer een lekker expres een andere kleur van. Zodat jullie allemaal niet blij zijn. Kijk, neem zij een groene. Ja, dat is leuk. Nou, het is maar even niet anders, hè? Kijk of het nu wel werkt, goed? Ik ga even kijken of ik ze naar bed kan krijgen. Waarom gaat zij er nou weer uit? Oh, ze is heel vies. Oh, jongens. En ze heeft ook honger. Oh, ik ben weer heel slecht voor mijn kinderen aan het zorgen. Oh, arm schat. Ja, helemaal set ze ervan. Nou, ga even douchen. Troep maken. Douchen. Kijk, ze moet even midden in de nacht douchen. Het is niet anders. Ze is zo vies. Ik heb mijn kind zo verwaarloosd. Oh, Bloemkool moet ook nog huiswerk maken. Nee, dat is zoveel. Ik moest mijn badkamer bouwen. Ik kan niet alles doen. En waarom ruikt het naar schoenen? Dat is je eigen kind. Dat was gewoon je eigen kind. Hoe gaat ze nou die taart zitten eten? Hij is weer 3 maanden lid Joe PA. En zet hem op. Jee, Jennifer, alweer 3 maanden. Wat leuk. UPA. Dankjewel voor je berichtje. Kan je ergens je huizen downloaden? Ja, zeker. Ik sla ze altijd op mijn Origin. Dus dan kunnen jullie ze gewoon daar downloaden. Createchick heet ik daar. Ik heb deze er alleen nog niet bij staan. Maar dat ga ik nu ook even niet doen. Want dan krijg je deze lelijke versie. Hij moet natuurlijk wel als hij gewoon leuk ingericht is. Dus als hij zo meteen weer netjes is, dan zal ik hem wel eventjes uploaden. Hadden we eigenlijk even meteen aan het begin moeten doen. Help me volgende keer herinneren. Oké, dat arme kind staat nog steeds te douchen. Gaat goed. Dat gaat hartstikke goed. Oké, kan zij dan nu? Zij is niet moe. Oh, verrassend. Wat ze dan doen? Oh, gewoon lekker. Oké. Nou, als iedereen niet moe is, behalve Bloemkool zelf, dan kunnen we ook best even de kaarsjes uitblazen. Bloemkool, kom, even snel. Oh, ze is echt heel moe. En ze heeft honger. Ze heeft zin in de hamburgertaart. Moet ze... Ja hoor, prima. Ga maar lekker zingen. Ze hebben aan beide kanten van het bed een halve tegel de ruimte nodig om erin te komen. Nou, ze kunnen nu gewoon niet aan beide kanten van het bed in. Ik dacht dat ze dat wel via hier konden. Toch wel een klein beetje. Ja, dat denk ik dus ook. En dan kunnen ze er nu maar aan 1 kant in. Hoe kan ik dat dan oplossen, hè? Gewoon bijna niet. Gewoon niet. Want, kijk, dit is een halve tegel. Of een halve tegel. Zeg je nou een halve tegel? Een halve tegel de ruimte nodig. Dus dan zou in principe het net niet moeten kunnen. Maar zou misschien kan ik ze verplaatsen met kinderen en al gewoon in dat bed? Prakken we hem een beetje door de muur? Kan dat? Mag dat? Kijk, oh, zij is allemaal meteen weer wakker hoor. Oh, het zijn net katten. Dat zijn ook zo. Even verplaatsen, zodat je net niet lekker meer ligt. Kunnen ze zo net hun bed in? Denk je dat het dan goed gaat? Oké, nou, we proberen het. Wordt krap. Dit is sowieso geen half tegel. Nou, ik denk dat het heel lastig gaat worden. Ik denk dat ze vooral veel buiten moeten gaan slapen. Maar waarom komt zij de... Oh nee, zij was natuurlijk nu de bed uit, omdat ik dat had gedaan. Ja, ga slapen. Nee, geen televisie kijken. Slapen. Het is nog lang geen ochtend. Nog lang geen ochtend. Naar je bed. Hup, hup. Zet het stapelbed anders op de plek van het raam naast de keuken. Ja, denk je dat hij daartussen past? En dan het bed daar zo? Dat zou ik nog wel even kunnen proberen. Dit zou ik net geen doen. Wacht, zet even het bed buiten hoor. Oh, die arme kinderen worden ze weer wakker. Oh joh. Wat een goed idee. Dit is echt een goed idee. Dit is zoveel beter idee. Waarom ben ik hier zelf niet opgekomen? Oké, doen we hem zo. Dan hebben ze ook nog een gordijntje. Klokje zo erboven, zodat Bloemkool gewoon lekker op tijd op bed is. Deze moeten we dan even wegdoen. Dit ziet er ook echt zoveel beter uit. Dankjewel voor het idee. Dit is echt super.
Deze doen we gewoon even weg, is niet functioneel. Die doen we even gewoon hier weer ernaast. Het staat ook echt zoveel leuker. Wat een geweldig idee. Dankjewel. Boekjes? Oké, maar. We zijn er nog niet. Gaat het bed nu zo passen dat ze erin kunnen? Want dat is nu de vraag, hè. Ik heb daar een deur waar ze door naar binnen komen. Kan ze hier nu langs? Is dit genoeg? Als ik die gordijnen misschien weghaal. Ik weet niet of ze daar last van hebben van die gordijnen. En deze hier. Maar meer kan ik niet. Ik ga het proberen. Ik kan hem niet nog dichter hier. Want dan kunnen ze de deur weer niet in. Ja, sorry kindertjes. Het is wel echt schattig jullie hoekje zo. Hier, ga snel maar weer slapen. Kijk, oké. Ik ga niet meer aan hun bed komen. Vet zielig dat ze de hele tijd wakker gemaakt worden. Nope, dit past niet. Nee, dat denk ik ook niet. Het is echt too much gewoon. Zoveel kinderen in zo'n klein huis is te veel. Dat gaat gewoon niet. Hoe gaan ze dit doen? Gaan taart eten. Als het zo stinkt, maak het dan schoon. Ga dan niet televisie kijken. Nee. Dat is niet hoe het werkt. Maak het schoon. Wat stinkt er zo? Deze, verbetering. Zelfreiniging. Ja, dat zou ik ook wel willen. Wat stinkt er zo? En hoe maak ik bedorven voedsel weghalen? Oh, dat is het. Ah. Oh, dat is net als in het echte leven. Dat je ook dacht, wat stinkt er zo? Gaat iets niet goed? En dat je uiteindelijk in de koelkast dan denk ik, nou, heel lang zoeken. Nou, niet zo erg. Maar wel iets vindt achter in de koelkast. Dat je denkt, oei. Meestal is het dan zo'n brie of zo, weet je wel, die er nog lag. Maar dit was wel heel erg. Gelukkig hebben we het net een soort van gemist. Je kan het bed misschien nog draaien. Nou, dat zouden we nog kunnen proberen. Wordt wel heel krap, de doorloop, zo. Het is echt vervelend dat ze niet gewoon zo hun bed kunnen hebben staan. Want in principe, als je normaal gewoon in zo'n tiny huis zou wonen, dan zou je het niet erg vinden om dan hierin te stappen, even te rollen en dan daar te liggen. Maar nee, mijn Sims willen dat niet. Dankjewel, Bloem, voor je superchat. Wat is er? Wissel het met de keuken. Ja, maar dat is wel echt een verbouwing, hoor. Zo, dat is echt een verbouwing. Maar ik denk dat er niks anders op zit. En ik wil dat mijn Sims hier kunnen slapen. Dat moet. Moet lukken. Maar nee. Je kan wel zeggen, wisselt het met de keuken. Maar hoe gaan we dat dan doen? Want dan zit ik toch alsnog met hetzelfde probleem. Kijk, dan zit ik toch weer met... Ze kunnen er net niet in. Het past gewoon net niet. Ja, dan zou ik daar misschien de... Oké, wacht. Ik heb een idee. Ook een stapelbed relatieprobleem. Alleen voor hen ook een stapelbed. Ja, nou, dat mag dus niet. Volgens de challenge ben je verplicht om een tweepersoonsbed erin te hebben staan. Maar ik heb het bedacht. Ik denk dat ik weet hoe ik het ga doen. Het is wel echt een hele verbouwing, maar ik ga het doen. Oké? Okay? Ik doe dit heel snel. Kan ik. Dit komt goed. We doen een wasbakje hier. We doen even het gordijn, was totaal niet functioneel. We doen zometeen wel iets anders ervoor. We doen een kookdinges. Deze doen we in het midden. We doen zowel andere ramen hier. Komt goed. We gaan de keuken verhuizen. Keuken gaat... Oei, wat is die keuken eigenlijk nog groot? Keuken gaat daar naartoe. Ja? Deze erboven. Dit komt goed. Dit komt helemaal goed. Ik weet het zeker. Die erboven. Dan doen we hier. Die gaan deze kant op. Alles wordt anders. We gaan mega makeover krijgen ze. Deze gaat die kant op. Volgens mij gaat het helemaal niks uitmaken. Volgens mij is het net als met Rummy Cup. Dat je denkt... ja, ik heb een vet goed idee. En dat je dan vervolgens alles gaat zitten omgooien. En dat je vet lang bezig bent. En dan uiteindelijk heb je alles omgegooid. Dan heb je gewoon eigenlijk hetzelfde gemaakt. Alleen al gehusteld, weet je wel. Dan heb je eigenlijk gewoon niks gedaan. En dan weet je niet meer hoe het lag. En dan is het vet veel werk. En dan denk je... Ja, Maris, klaar. Ik doe dit snel ondertussen deel 50. Ja, Shirella, maar dat zijn we wel gewend, toch? Dat inderdaad dat het zo gaat. Maar nee, dit doe ik echt snel, beloofd. Kijk maar, ik ben al bijna klaar. Weg met het muurtje, ook totaal niet functioneel. Weg met het raam. Zij gaan hier naartoe. Sorry, kinderen, ga ik toch weer jullie bed verplaatsen. Zij gaan daar naartoe. Nee, hè? Ik heb weer hetzelfde probleem. Ik kom weer op hetzelfde probleem uit, volgens mij. Ik had wel het idee dat dit beter ging. Maar nee, volgens mij weer niet. Want
Dit neemt gewoon zoveel ruimte in beslag, die hele keuken. Waarom kan dat niet op een andere manier? Kan dat niet anders? Kan ik niet de deur ook helemaal aan de andere kant doen? Zet het bed schuin. Ja, dat kan ik nog proberen. Nee, maar kijk, dit kan. Dit klopt. Ik heb hier wel goed over nagedacht. Dit lost het probleem op. Het is niet ideaal. Ik denk dat ze er... Ik weet het! Koelkastnachtkastje! Gewoon een koelkastnachtkastje. Kijk. En dan doen we die zo. Ja, jij even aan de kant. Doen we die. Daar. Die. Daar. Die mag wel even iets hoger. Kan die iets hoger? Oh, die kan iets hoger. Zat die er net ook al zo dicht op? Oké. Dit. Deze. Doen we zo. Je zou maar een koelkastnachtkastje hebben. Dan ben je echt helemaal niet blij hoor. Altijd, want je net zo'n gierige koelkast ook die vet wel herrie maakt. Oké, en dan hebben we nog een raampje over. Want ik had zelfs net nog een raampje. Dus we zouden hier... Ja, nee, we zouden... Ah, dit is wel schattig zo. We laten het gewoon zo. Dit is leuk. Alleen dan doe ik wel even het behang aanpassen. Dan doen we die even gewoon hier. Dan doen we die hierachter. Dat zijn zo schattig. Ah, dat is lief. Dit is best wel een leuke makeover zo. Dan doen we zo dat daar. En dan doen we daar nog steentjes. Nou, kijk nou. Hoppa. Ik wil ook een koelkastnachtkastje. Nou, wel lekker. Hè? Hoef je helemaal niet meer je bed uit. Kan je gewoon lekker vanuit je bed gewoon relaxed je ijsteetje pakken. Over ijsteet gesproken. Ik heb ook een koelkastnachtkastje. Hoppa. Lekker. Oké. Ik denk dat dit een heel goed idee is geweest. Dat hoop ik. Tenzij het niet past. Dan was het een slecht idee. Maar waar staan die steentjes nou die we nou vorige keer hadden? Waar hebben we die nou? Even kijken hoor. Die witte steentjes. Ik weet even niet meer. Waren het toch gewoon witte tegeltjes? Hé, waar zijn ze nou? Hè? Nou, het is ook verder niet zo belangrijk. Maar ik vond het wel leuk staan. En die grijze hadden we ook. Oh, doen we al die grijze vanuit de badkamer. Doen we dat wel. Doen we die hier zo achter. Zo. Kijk. Helemaal leuk. Niks meer aan doen. Dit is hoe het wordt. We gaan het testen. Hey, hadden we dit snel gedaan of niet? Dit was redelijk snel, toch? Volgens mij moeten ze hier toch wel doorheen kunnen stappen. Kom op, ze kunnen toch wel een beetje hun best doen. Ze wonen in een tiny house. Ze kunnen echt wel een klein beetje hun best doen. En anders moeten we toch... Nee. Dat opklapbed maakt geen verschil, hè? Oké, we gaan het proberen. Goed. Zij gaat slapen. Spannend. Nummer 1. Hop. Gaat goed. Zij gaat slapen. Ja. Gaat nog goed. Dit ben ik allemaal verder dan net. Net sliep er helemaal niemand meer. Ze is zo sad. Oh, zo zielig. Sorry dat je zo sad bent. Oh, ze slaapt ook helemaal... Oh, stout. Ze zit niet te slapen. Ze zit al onder de dekentjes te lezen. Haar bed moet echt nog een mini stukje opzij. Oké, dat denk ik. Gaan we het proberen. Even iets verder van dat koelkastnachtkastje af. Kijk of het lukt. Ga slapen. Moet lukken. Slapen. Waar is hij? Ja. Gaat het lukken? Als het lukt, hè? Dan... Nee, kastje. Oh, nee. Hè? Oh, we waren zo dichtbij. Oké, wacht. Nog een klein stukje verder. Iets verder af van het koelkastnachtkastje. Nog een keer proberen. Slapen. Gaat het lukken? Ze twijfelen. Mijn kant, jouw kant. Jouw kant, mijn kant. Ja. Yay! We did it! Oh, wat een verbouwing. Maar het is gelukt. Je moet gewoon het alleen even iets creatiever aanpakken. Door een koelkastnachtkastje te nemen. Maar dan is het probleem opgelost. Als je daar geen problemen mee hebt, kan je prima met 4 personen wonen. Oh.
Zag je wat er gebeurde? Ik heb die badjassen aan die deur gehangen. Maar die moet ik even weghalen. Want als ze nu door de deur gaan, dan hangen die badjassen in mijn gezicht. Oké, okay, dat gaat dan wel een beetje te ver. Ze voegen ook niks toe. Dus ik heb ze weer weggehaald. Maar hoppa! We hebben een magnetron koelkast, alles. We hebben een luxe bed. We hebben nog meer bedden. Kijk nou, zo gezellig. Ik vind het wel gezellig. Het ziet er wel heel knus uit, zo lekker met elkaar. Ik vind stapelbedjes sowieso leuk. En dan hebben we ook allebei gewoon lekker licht, weet je. Gewoon naar buiten toe, dat gaat ook top. Keuken, ze zijn alleen niet zo blij. Dat gaat nog niet helemaal goed. Ja, yeah, het is gelukt. Ja, het duurde even, maar het is gelukt. Nu moet Bloemkool nog tiener worden, niet vergeten. Bezig. Dankjewel, Laura. Ja, ik ben ook helemaal trots. Ik ben helemaal blij dat het is gelukt. Mm. Oei. Ik gooi helemaal ijs tegen mezelf. Daar was mijn mond nog niet. Mond-hand-oogcoördinatie ging niet helemaal lekker. Hé, jakkes. Oké, okay, nou. Niks gebeurd. Niks gebeurd. We gaan gewoon verder. Ik moet even wachten totdat ze wakker zijn. Ik heb hier wel eentje wakker. Die zit hier heel set te staren naar een leeg bord. Echt super zielig. Ze is ook helemaal niet zo heel blij. Maar ik weet ook niet wat ze allemaal aan het doen is. Maar ze kan toch wel gaan schommelen. Dan wordt ze toch wel weer blij. Kom, ga gewoon even lekker schommelen. Oh, ze is smerig, jongen. Oh, ze stinkt. Oké, ze moet ook even onder de douche. Dan maar niet blij. Maar wel douchen. Ze is echt heel vies. Ze is weer helemaal stinkend. Oh, nee. Even schommelen. Gaat verder alles goed, Marissa? Ja hoor, Melissa, verder gaat alles goed. Maar dat drinken ging even niet zo goed. Even knoeien, inderdaad. Ik zat te diep in de Sims. Ben ik heel eventjes weg? Is het hele huis anders? Ja, we hadden echt een mega snelle makeover. We hebben echt superveel veranderd. Oké, maar anders past het niet. Ze konden niet allemaal slapen. Dus we hebben het nu zo voor elkaar dat ze hier allemaal kunnen slapen. Ik wil dat zij nu heel snel gaat douchen. Dan gaan we iedereen wakker maken. Want dan is het tijd om die taartkaarsjes uit te gaan blazen. Want anders is die taart zo meteen helemaal weer rot en beschimmeld. En dan moet ik weer een nieuwe taart gaan zitten maken. Doei. Doei. Lotte die zegt ik heb ijs. Lekker. Maar dat heb ik gisteren al opgegeten. By the way, hey Maris, hey Ursula. Huiswerk van Bloemkool. Ja, maar Bloemkool moet gewoon even ouder worden. Oh, Storm die moet ook naar school. Oh my god. Oké, iedereen kom op. Word wakker. Wakker worden. Kom op, wakker worden. Het is tijd voor taart. Iedereen, hup. Klaar met douchen. Tijd voor taart. Je moet zo naar school. Bloemkool, jij gaat. Kaarsjes uitblazen. Nee, niet weggaan. Nee. Hierheen gaan. Iedereen komt kijken. Geef die arme Bloemkool eens aandacht. Hierheen gaan. Snel. Ja, gelukt. Ze is een tiener geworden. Nice. Oh nee, in deze levensfase krijgt je Sim met romantische escapades. Zweterige gymspullen en gierende hormonen te maken. Zet je schrap, want nu begint het pas echt. Wat heb ik net zitten doen? Helemaal bezweet van. Oké, zij is heel erg op het gezin. Ja, dat vind ik wel. Want ze was ook al zo. Zij wil echt een super ouder worden, denk ik. Ja, dat is leuk. Een groot, blij gezin. Nee. Want ik moet zometeen met Bloemkool weer een nieuwe tiny huis beginnen. Zij wordt een super ouder. Zij gaat, ondanks dat ze helemaal geen goed voorbeeld heeft gekregen. Ha, Bloemkool gaat het geweldig doen. Let maar op. Bloemkool gaat het supergoed doen. Ze is ook... Wat is er nog meer? Ze is... heel netjes. Ja. Hebben we ook geen stinkend huis meer. Ze is heel netjes. Kijk, supergoed hebben we dit geregeld. Waar is Bloemkool? Is dit nu Bloemkool? Ik dacht dat het een buurvrouw was of zo. Ik ken mijn kind niet meer. Ze moet naar de wc. Maar ik heb echt het gevoel dat er nu een vreemde in dit huis woont. We gaan haar even aanpassen, oké? Okay? Want ik ben het hier niet mee eens. Dat vinden jullie ook wel, toch? Ze moet echt... Also, wel een leuk gezichtje, maar ik vind haar kapsel echt niet leuk. Dus we gaan het aanpassen. Let's go.
Oh, sorry, ik had helemaal niet gevraagd of jij ook een blikje wilde. Ik had alleen geen zin om weer om te lopen. Verander ook de naam. Ik heet Bloem en MN broer heet Storm. Oh, echt waar? Oh, dan maken we er Bloem van. Dat kunnen we wel doen. Dankjewel voor je superchat. Dan hebben we Bloem en Storm. Dan hebben we jullie gewoon nagemaakt. Doen we het niet met Bloemkool. Ze is nu tiener. Ze is er nu klaar mee dat de ouders er zo'n idiote naam hebben gegeven. Bloemkool is geweldig. Ja, ze ziet er wel stoer uit. Maar ik vind dat ze toch ander haar moet. Want, maar dat gezichtje is leuk. Ze heeft wel echt een leuk gezichtje, maar ik vind het wel van een ander kapseltje. Want het past niet bij hoe ze het net ook had. Ze had net echt heel schattige haartjes. Maar dan hebben we Bloem en Storm. Bloemkool is beter, Bloem. Ik ga helemaal stuk op mijn geruzo gezicht toen ze tiener Bloemkool zag. Nou, wat gaan we er geven? Echt zo'n lekker tiener kapsel. Zo van... ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat eruit ziet. En echt een lekker tiener kapsel. Wacht even hoor. Ja, hij doet het weer. Af en toe stopt hij er in één keer van mee. Wat geven we er voor haar? Wat is een lekker tienerkapsel, jongens? Geef haar puistjes maar eens. Een leuk idee. Arme Bloem! Daar is Bloem vast helemaal niet blij mee. Ah. Maar ze is wel heel netjes, hè? Dus ze moet wel een beetje netjes haar dan. Eeuw, zegt Marisje. En Shirella gaat helemaal stuk, want mijn gezicht was echt goud. Hoor, dan gaan we gewoon zo streamen. Dan kunnen jullie het niet meer zo erg zien. Oh, dit had ik hiervoor al, geloof ik. Bij Hippie Maris, geloof ik. Bij één outfit heb ik dat gedaan. Dit! Ja, zo ken ik hem weer. Dit gaan we doen. Dit had ze natuurlijk net ook al, toen ze wat jonger was. We doen dit. Bloem vers uit de oven. We geven er dit. Ja, en even iets minder bolle billetjes hoor. Want dat was wel heel vol. Ze liep er helemaal krom van. Maar verder vind ik er schattig. Moet ze wel even wat anders aan? Oei! Oei, 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 oei! Bloem! Oh, wat erg! Nou, dit kan toch niet? Wie gaat er dan zo naar school? Waarom dit? Dit kan echt niet. Sorry, maar dit is echt niet mooi. Oké, ik moet dit even grondig aanpassen, jongens. Want dit gaat helemaal verkeerd. Dit gaat helemaal niet goed. Ze ziet er ook zo oud uit. Ook. Nee, maar niet blij. Niet blij. Dit gaat niet goed komen op school, Bloem. Het gaat niet goed. We doen gewoon iets. Ja, je haartjes zo... Dat mag van mij dan op zich nog wel. Hadden we nou net ook deze? Nee, die is leuker. Welke was dat? Oei, oei, oei. Niet zo bolle billetjes. Tot hoe laat blijf je online? Oh, ik heb geen idee, Julia. Totdat we het helemaal zat zijn. En dan stoppen we ermee. Nooit meer spelen. Stom spel. Waar is het haar? Ik ben er zeker alweer voorbij, hè? Oh, dit is ook zo. Oh, weet je trouwens? Ik schrok me echt dood. Ik ging weg om deken te pakken. Toen vroeg ik of papa zijn deken aan mij kon geven. Was vandaag boos op hem. Daarom zei hij vrede. Ik zei vrede. Ik pakte de deken, liep weg en zei geen vrede. Wow, joh, wat een lang verhaal. Maar dankjewel Rebecca voor je superchat. Ik hoop dat inmiddels thuis weer vrede is. Dat zou toch wel fijn zijn. Maar het is wel een hele, hele lieve superchat trouwens. Voor 10 euro. Dankjewel. Heel lief. Niet zulke grote billetjes. Oké, maar nee. Oh ja, dat was... Oh, weet je trouwens? Ja, en dan klaar. Nooit meer verder. Nee, weet je trouwens? Leuk verhaal. Ik heb vorige keer Korean fashion style gekregen. Ik weet niet of ik dat al verteld. Misschien heb ik het al verteld. Dan zijn jullie denken helemaal, oh, dit is vet nieuws. Maar dan is het niet nieuw. Maar voor ze het niet wist en ik het nog niet had verteld. Ik heb Korean fashion. Dat is echt vet leuk. Dus misschien kunnen we Bloem zo maken dat ik ze echt dat zo'n hele... studio krap was, maar dit, hahaha. Ja, maar echt, hè, Mechtel. Dit is echt heel klein. Dankjewel voor je superchat. Maar ik dacht dus, misschien kunnen we haar anders echt super Korean fashion maken, zeg maar. Dat vind ik wel leuk. Maar dan moeten we even iets leuks uitzoeken. Maar ik vergeet wel altijd welke pack ik dan moet aanklikken, hoor. Ja,
Dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ja, sorry hoor. Ik ga er echt even fatsoeneren, want... ze is echt verschrikkelijk gekleed. Wat? En ze mag ook wel make-upje op. Vind ik ook leuk. Ze is nu een echte tiener. Ze heeft daar helemaal zin in. Ze wil dat. Doe maar. Wow. Maar zal ik jullie laten stemmen? Jullie mogen anders wel bepalen hoe ze gaat worden. Hoe wordt een bloem? Want ze kan ook, we kunnen ook zeggen dat ze misschien wel echt zo'n heel erg emo-achtig type wordt of zo. Weet je wel, dat ze helemaal zo met allemaal van die donkere make-up en dan gaan we echt, ik weet niet of dat me lukt hoor, maar een toffe outfit erbij zoeken of zo. Of doen we er dus echt heel erg in die Korean fashion stijl? Of gewoon niks boeiends. Kan natuurlijk ook. Niks boeiends. Gewoon kleren aan en boeien. En dit houdt ze ook toch als ze ook opgroeit, zeg maar. Emo. Ja, ik weet niet of me dat lukt hoor. Maar ik wil mijn best doen. Of zeggen we ze, we doen er basic. Nee, dat lijkt wel een beetje op niks boeiends. Sorry. Wat hebben we nog meer? Wat kan je nog meer aan? Korean... Emo, niks boeiends. Wat hebben we nog meer? Oh, of kei schattig. Dat ze echt heel schattig gekleed is. Met allemaal van die pasteltintjes en zo. Hier, mogen jullie kiezen. Stem maar. Je hoeft niet in de chat te typen hoor. Je mag nu gewoon stemmen in de poll. Dan kunnen we gewoon kiezen wat we gaan doen. Ik kan niet beloven dat het me lukt. Ik kan ook niet beloven dat ik er super veel geduld voor heb. Maar we gaan gewoon ons best doen. Oh, kijk, jullie nou gaan met de emo. Nice. Maar het staat er ook wel goed, hè? Maar daar heb ik wel jullie hulp nodig, hoor. Want daar ben ik niet echt super goed in, denk ik. Maar ik ga mijn best doen. Nee, niet emo. Ja, ik kan niks aan doen. Jullie stemmen. Maar ik heb natuurlijk weer voor emo gekozen. Leuk. Nou, maar het is wel origineel. Het is wel leuk. Oké, nou. Jullie hebben gestemd. Let's do it. Want waarom zouden we willen kijken naar de Korean fashion stijl, die nieuwe kit? We gaan gewoon voor emo. Oké. Ze zit in zo'n tienerfase, ze gaat dat gewoon doen. Even kijken, make-up. Oké. Ik ga echt even nadenken hoor. Dan doen we wel voor de meest heftige eyeliner. Even kijken. Ja. Top. Doen we dan ook nog black? I love black, dus emo. Oké, dus we gaan alles helemaal in zwart. Ook zwarte outfitjes en zo. Oei. Oké, dan doe ik wel iets van een rokje. Alweer 4 maanden lid. Jeetje, Nicole, alweer 4 maanden. Wel superleuk. Leuk dat je al 4 maanden lid bent. Gaat snel, hè? Oh, zwarte lippenstift. Ja, dat is leuk. Oké. Het zal helemaal anders zijn. Oh, en piercings. Ja, let's do it. Oké. Die, deze sowieso. Ja, die doen we. Oké, make-up. Oh, dan doen we ook heel veel van die sieraden om en zo. Dat is leuk. Even kijken, lippenstift. Hele donkere lippenstift. Kijk, ons nou echt totaal niet meer bezig zijn met die Tiny House Challenge. Bloem helemaal aan het anders maken. Oké, ze moet korter haar. Ja, dat is ook wel leuk. Nou ja, dat weet ik niet of ik dit mooi vind, hoor. Deze lipkleur zo. Nee. Oh, er zit echt serieus zwarte lipstift ook tussen. Oh, dit is alleen maar een streepje. Oh, nee, dat vind ik heel raar. Dat gaan we niet doen. Oh. Oh, nee, dat vind ik ook niks. Nee, ik wil gewoon hele lipjes vol. Hele lipjes vol. Zo, dit vind ik leuk. Ja, nou. Ja, ik weet niet. Doen we het zo? Is het mooi? Ik weet het niet. Korter haar. Even kijken. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze er zo meteen helemaal uitziet. Die ouders zien er dan naar buiten lopen als het schattige meisje bloemkool. En vervolgens als emo bloem terugkomen. Ja. Helemaal veranderd in 1 seconde. Nou, ze was net ook al in 1 keer. Ik herkende haar niet eens meer. Ze was echt zo... Ik dacht eerst dat er een buurvrouw gewoon buiten stond. Oké, ik wil even leuke kort haartjes. Maar ik kan niet echt nog... Oh!
Oh. Oh, maar dit staat er serieus echt wel goed eigenlijk. Dit had ik niet verwacht dat dit er zo goed zou staan. Oh. Dit staat echt best wel goed. Dit vind ik serieus leuk. Kan ze niet ook een toffe kleur? Dit is echt leuk. Maxime, welkom bij de Creative Crew. Wat gezellig. Hey, dit is echt leuk. Zullen we de haartjes ook in een kleurtje doen? Oh, maar ik vind dat donker ook wel leuk, heel eerlijk gezegd. Nee, ik denk toch dat we... Ik vind het gekleurde haar ook wel leuk. Nee, eeuw. Nee, ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk. Het staat echt verrassend goed. Ja, ik ga voor dit hoor, jongens. Dit wordt het. Dit wordt het. Ik vind het echt wel leuk. Oké, wel even... Ik wil wel even... Even kijken of ze ook toffe kettingen erbij hebben zitten. Ja, ze hebben wel zoiets. Ja. Ja, ik weet niet of ik die heel leuk vind, heel eerlijk gezegd. Maar als er niks beters tussen zit, dan gaan we gewoon voor die. Nee, lang haar. Nee, ze is net naar de kapper geweest. Kijk, maar daarmee heeft ze ook een ander kleurtje. En heeft ze het tot daar. Ik vind het leuk. Maar jullie zijn wel tof van roze en paars. Jij vindt dat leuker? Het is echt een leuke video. Ah, dankjewel Cassandra. Dat is lief. En ook dankjewel voor je superchat. Je bent haar nu echt aan het verpesten. Nee, ik vind haar vet schattig. Maar ik wil wel dat ze... Oké, nou, misschien een andere lippenstift dan. Ik vind haar echt leuk. Ik vind deze lengte echt leuk. Het lijkt net een hondenbandje. Je lijkt mijn ouders van vroeger wel, die zeiden dat ook. De roze haar. Oké, doen we het in deze kleur. Maar de wenkbrauwen worden dan ook roze. Kunnen we dat niet instellen trouwens? Jawel, toch? Want dat vind ik echt niet mooi. Die mogen wel gewoon... Gewoon in zo'n kleurtje. Dat is wel leuk. Ietsjes langer haar. Oké. Okay. Nou, weet je hoeveel kapsels erin zitten, joh? Maar ik weet niet of er precies dat tussen zit. Iets langer. Deze beter. dan gaan we voor deze. Dat is helemaal kort. Er zit niet echt ietsjes langer meer, denk ik. Oh, dit kan ook wel. Deze doen dan. Ze is in haar emo-fase. Ja. Oh, doe er een stukje uit de wenkbrauw. Zijn we Adinda aan het maken? Dat kan ook. Die heeft ook precies de haar, zo tot daar. En een stukje uit de wenkbrauw. Maar dat hebben ze hier niet, denk ik. Nee. Dat zit er niet tussen. Nee. Ze lijkt een beetje op Dionne, zegt Mirjam. Maar dat komt dan alleen door het roze haar, denk ik. Voor de rest zie ik niet echt. Ik ga toch even kijken voor andere lippenstift, want ik vind deze kleur niet zo heel mooi. Make-up? Lippenstift. En voor de rest moeten we er ook niet te veel aandacht aan besteden. Ik ben alweer 2 maanden lid en Bloemkool moet minder lachen omdat ze emo is. Oh, ze mag ook meteen niet meer lachen. Rebecca, dankjewel voor je superchat. Alweer 2 maanden lid. Jeetje, wat gaat het snel. Ja, maak Adinda. Nee, ik ben daar helemaal niet goed in. Dan krijg ik zo meteen op mijn kop van Adinda dat ik er helemaal niet mooi heb aangekleed. En dan is ze helemaal niet blij. Ik vind dit wel mooier. Ik vond die lippenstift van net wel heel, heel naar. Maar ze wordt wel steeds minder emo, heb ik het idee. Ik ben hier niet zo goed in. Maar we kunnen ook... Een beetje wat kleur. Nee, we gingen voor zwart, toch? We laten het gewoon zo. Kom, hup, klaar. We gaan er een leuke outfit geven. Iets minder bol. Ze is wel heel erg voor. Ze mag wel even iets minder... Ze is nog maar aan het ontwikkelen. Ze is echt al een volwassen... Ze wil ook niet. Ik wil niet. Dat mag ook gewoon niet. Zie, wil niet. We moeten er gewoon zo laten. Kijk, huppa. Ze is leuk zomaar is. Ja, schattig toch? En dan doen we er een panty aan. Even dit uit hoor. Even kijken. Hoe zet je dat ook alweer meteen even uit? Hier, dit. Oh! Bijzonder ondergoed. Even kijken. Ik wil dat ze iets van een rokje aan heeft met een panty eronder. Dat vind ik wel leuk. Accessoires. Panty. Hebben we een top... Ja, dit hadden ze vroeger bij mij op school dan ook altijd aan. Gewoon zo in het zwart. Oh, die schoenen.
Mens, doe dat uit. Echt niet mooi. Oké, okay, panty, check. Oké, okay, rokje eroverheen. Je moet bij gepersonaliseerd kijken. En dan de dikte instellen. Nee joh, we laten er gewoon zo. Ze ziet er gewoon zo uit. Het is leuk. Er is niks mis mee. Ik wist gewoon dat je live ging. Ik had er zo'n sterk voorgevoel. Dus ik dacht, ik check. Nou, heel goed Maarten. Wel vaker op donderdag. Ik ben even mijn dochter aan het aankleden. Mijn dochter heeft even andere kleren nodig. Dus we moeten even iets van een rokje eroverheen. Ik denk dat dat heel leuk staat. Een zwart rokje. Eigenlijk moeten we zo'n leuk rokje met iets van een... Help me jongens, help me. Wat voor rokje doen we eroverheen? De tieners in Sims hebben een fase. Dan doen ze een zak op hun hoofd. Bloempol is dik. Ja, ze heet tegenwoordig bloemen, hè? Dankjewel Rebecca voor je superchat. Oh, dan geven we ook tatoeages. Oei. Ja, ik weet niet of dat kan eigenlijk. Kan dat ook bij tieners? Ik weet het niet. Hey, wat voor rokje doen we? Wat is echt... Geef haar een zwarte trui. Oké, wacht. Dan begin ik even met een zwarte trui. Even kijken. Een zwarte trui. Maar wel een lekkere grote... Oh. Wacht. Geef me gewoon een zwarte trui. Ja, dit is een zwarte trui, maar het is niet heel mooi. Het is ook niet echt een trui. Het is meer een blouse. We hebben met sterretjes, maar dat is het ook niet helemaal... Eel, dit al helemaal niet. Waarom mag ik dit niet? Waarom is dit? Sim-sessies? Wat is dat? Is dat nieuw? We hebben hier toch ook altijd veel meer? Zo weinig. Oké, okay, trui. Welke trui doen we? Nee. Ja, inderdaad. Iedereen is gewoon zoals die is. Ik ben het er helemaal mee eens. We laten er gewoon zo. Ze is goed zoals ze is. Waar vind ik een zwarte trui, jongens? Die? Niet echt zwart. Meer een beetje grijs. En ook niet echt heel erg mooi, als ik heel eerlijk ben. We hebben... Deze? Zullen we die doen? Kan dat? Oh, anders hebben we hier. Oh, we doen dit. Deze is goed. Niks meer aan doen. Weet je waar ik wel een beetje tegenop zie? We moeten zometeen ook nog al der andere dingen, zeg maar, gaan maken. Anders dan moeten we ook daar de make-up en er gezicht overal nog doen. Zullen we het gewoon zo doen? Kan dit? Dit is toch leuk? Want ik weet niet of ik nog een ander soort rokje heb voor eronder wat leuker staat, denk ik. Nee. Nou, dit kan ook. Hier. En dan nog leuke zwarte laarsjes eronder. Hebben we iets tofs? Nee. Bah, niet die. Niet die. Dan doen we gewoon helemaal in het zwart. En dan nog wat sieraden. Een andere rok. Doe een broek met groot gaten. Nee, ik wil zo'n panty. Dat doet me denken aan vroeger. Dat vindt zij leuk. Dat doet ze gewoon. Sorry als het geen goede stijl is. Ik ben er niet goed in kledingstijlen. Nou, er zit niet echt veel zwarte laarsjes. Ja, nou, dit is denk ik het beste dat er tussen zit. Er zitten toch ook een beetje van die Dr. Martens-achtige laarsjes tussen. Die heb ik toch vorige keer ook gebruikt. Ben ik er nou weer voorheen gescrolld? Heeft mijn brein het weer niet gezien? Doe een kort zwart broekje. Nee, we laten het gewoon zo. Het is leuk zo. Niks meer aan doen. We moeten alleen nog de laarsjes vinden. Maar waar zijn ze nou? Als iemand ze ziet, zeg het even. Ja. Hier. Ja, die vind ik het leukste. Top. Sieraden er nog bij. En dan is ze helemaal klaar. Ik vind haar echt heel schattig. Oh, zullen we er ook zwarte nageltjes? Dat hebben die hippie Maris en die andere Maris hebben ook allebei die zwarte nageltjes. Dus dat is vet schattig. Ik denk alleen dat als we haar ook nog heel veel armbandjes gaan geven, dat je dat niet ziet. En de oorbellen zie je denk ik ook niet. Kijk, we kunnen wel nog wat ringen bij erom doen. Gewoon een aantal. Dat vind ik ook wel leuk staan. Kijk, doen we gewoon een heleboel van die ringetjes bij erom. Kijk nou! Ze begint er best wel schattig uit te zien. Dit is echt leuk. Ik vind dit leuk. Die schoenen heb ik. Ja, ik ook.
Je hebt ook nog andere outfits, hè? Ja, I know. Ik weet het. Dus waarschijnlijk als ik nu hier klik... Oh, dat valt mee. Als ze gaat formeel... Oh, oké. Nou, we doen even snel, hoor. Even snel hetzelfde aanklikken als net. Oh, dat vind ik altijd zo naar. Dat hier niet een optie is voor lock. Dat had je vroeger dus wel. Vroeger kon je het gewoon vastzetten. En dan was het op alles hetzelfde. Maar dat kan dus helaas niet meer. Ik weet niet meer wat ik had gekozen. Iets. Donkere oogjes. Oké, nou, dit is voor formeel prima. Even veel eyeliner op. Superleuk. Lippenstift. Welke had ik? Oh, dat is ook wel leuk trouwens. Wel ja, doen we dat? Oh, wacht, nog kettingje om. Voor formeel doet ze... Zij woont zo meteen in die tiny house, hè? Aan de overkant. Nou ja, doet ze ook deze om. Oké, nog even iets leuks. Want ik moet er echt nog zoveel uitkiezen. Ja, top. Niks meer aan doen. Wat doe je als een formele jurk aan? Nou, jongens, ik ben er alweer klaar mee. We gaan gewoon even wat aanklikken, hoor. Dan kunnen we weer verder. Gewoon een shirtje. Shirtje, prima. Oké, broek met gaten. Dan doen we nu een broek met gaten. Dit duurt echt lang. Ja, I know. Sorry, Meike. Het is ook altijd zoveel werk. Het zijn ook altijd zoveel van die opties. En dan zal je net zien, dan gaat ze de hele tijd met warm weer rondlopen. En dan ziet het er weer niet uit. Dat heb ik altijd. Waar hebben we een broek met gaten? Even kijken hoor. Die zit er wel tussen. Weet je, anders laten we dat zo meteen dan even gewoon bij deze twee. Oh, deze broek is vet leuk. Die is echt wel leuk. Voor formeel is die ook wel schattig. Maar niet in het zwart. Eel, dat is echt niet mooi. Broek met gaten. Broek... Oh, deze is vet schattig. Die is echt super leuk. Die zou ik zelf wel aan willen eigenlijk. Zij moet verkering hebben met een vampier. Oh, nee! Doe me dit niet weer aan. Dan moet ik zo meteen weer een vampierenbaby maken. Wat is dit trouwens? Even serieus. Wat is dit voor outfit? Iemand zit nu te kijken. Die heeft dit aan. Nou. Nee, maar even. Wat is dit? Is dit een rok? Is dit een broek? Wat zou het idee hierachter zijn? Komt er een of andere truus aanlopen met een volle blaas? Maris, is dat de buurvrouw? Oh, dat is Bloemkool. Ja, maar ja, serieus, herkenden jullie er wel dan? Ik herkende er niet zo snel, hoor. Ah, kijk, jongens gevonden. Oké, dit doet ze aan als het formeel is. Kijk, en dan gewoon nog even weer diezelfde laarsjes. Als ik ze weer kan vinden, zijn er zoveel. Hier, hoppa, kijk, ons snel zijn. Leuk, ringetjes om en dan gaan we gewoon weer verder. En dan laten we er gewoon even voor wat het is. Oeh, dat doet ze van die hele lange. Oeh, nice. Dat lukt mij echt nooit. Dat is echt... Dat breekt bij mij meteen af. K. Terpstra, welkom bij de Creative Crew. Wat gezellig. Wat leuk dat je erbij bent. Ik ga even een heleboel ringetjes bij doen. Wat vinden jullie van de worden? Vinden jullie het leuk? Ik vind het wel tof eigenlijk. Ik vind het er echt vet leuk uitzien. Ziet er echt zo schattig uit. En die nagels zijn ook eigenlijk echt heel leuk. Ik vind haar heel leuk. Doe handschoenen aan. Nee joh, dat is veel te warm. Kijk nou leuk. Ik vind deze misschien nog wel leuker eigenlijk. Deze. Jullie hebben misschien wel gelijk. Nou, ik vind hem heel leuk. We hebben dus nu alleen maar dit. Nou ja, voor sport is prima. Slapen. Oh, dan heeft ze heel ander haar. Oei. Oké, wacht. Laatste dingetje, oké. Laatste dingetje. Dan gaan we verder. Voor het slapen. Hé, waar is mijn haar? Hé, ik wil gewoon hetzelfde haar. Welke had ik? dan is het in één keer helemaal rommelig, hè? Dan zit het niet meer zo heel mooi strak en netjes. waar hebben we dat haar? Waar zit die? Even kijken, hoor. Hij was hier ergens. Hier ergens. Ik ben er voorbij, hè? Oh jee. Kijk ook hoeveel het er zijn. Waar is dat haar? Oh, dat is ook tof. Dat hadden we ook kunnen kiezen.
Dat hadden we ook kunnen kiezen. Oh, jongens. Ik kan het niet vinden. Ik kan het niet vinden. Hoeveel haarkeuzes zijn er? Oh my, kijk hoeveel dit is. Ik ga het er heel even aanpassen hoor, een uur later. Ja, maar even serieus. Kijk hoeveel dit er zijn. En kijk hoe vaak ze gaan slapen. Dan wil ik toch gewoon hetzelfde haar. Dit is toch echt... Dit is toch echt niet te doen. Jacqueline, welkom bij de Creatje Crew. Wat gezellig. Als je mij kan vertellen waar ik dat haar kan vinden, zou ik heel blij zijn. Ik heb ook het gevoel dat ik er al voorheen gescrolld ben. Oh, je bent er al voorbij. Ja, zie je wel. Mijn brein ziet het niet. Wat is het motto van vandaag? Waar is het nou? Nou, ik weet het echt niet. Volgens mij was het. Ik ga nu goed opletten. We gaan het vinden. Oh, dit vind ik wel leuk. Dit doen we. Als ze gaat slapen, zit haar een beetje rommelig. Ja, top. Dit vind ik echt wel leuk. Niks meer aan doen. Ah, top. top. Nou, dit doen we later wel. Goed. Dit is hoe ze er nu uitziet. Ik vind het leuk. Huppa, let's go. Zo, dat duurde lang, zeg. Jeetje. Jongens. Bij Patrick. Welkom bij de Creatie Crew. Gezellig. Kijk nou, oh, dan loopt ze nu de hele tijd zo lekker met haar haar zo door de war rond. Maar dat mag, want je bent lekker thuis. Super gezellig. Nou. Als het goed is, maak ik er nu niet meer ouder, toch? Want nu moet ze gewoon... Ze is nu tiener. Nu is het gewoon wachten tot ze jongvolwassenen wordt. En als ze jongvolwassenen is, dan mag ze uit huis. Ja, en we gaan er even een complimentje geven. Over de leuke outfit. Maar even kijken, waar doen we dat? Vriendelijk. Ik zag het net wel staan bij die kleine meid. Kijk, die kon het wel. Kijk, die kon hier een oprecht compliment geven. Dus die kan het wel. Oh, ik vind de haarkleur echt tof trouwens. Net als in mijn Animal Crossing heb ik ook van dat roze haar. Kijk hoe leuk ze eruit ziet. Ze is echt heel leuk. Ik ben helemaal content met Bloem. En ik vind Bloem ook echt een leukere naam. Veel beter dan Bloemkool. Hey, ze heeft echt een goede upgrade gehad. Oh, Jennifer zegt, je kan haar nog een keertje ouder maken. Dan is ze meteen jong volwassene. Zullen we dat dan doen? Zullen we nog een taartje maken? Dan kan ze wel meteen uit huis. Oh. Maar dan moet ik er zeker weer... Nee, ze verandert dan toch niet weer helemaal van uiterlijk, hè? Ik heb het dan toch niet helemaal voor niks zitten doen. Nee, toch? Nu heb ik zin in taart. Ja, echt hè. Ik krijg hier ook zin van in taart. Maar dit is een hamburgertaart. Kijk, dus het is gewoon een hamburger, maar dan in de vorm van een taart. Waar slaapt ze nu? Ja, gewoon nog steeds hier. Als het goed is, kan ze daar nog steeds slapen, toch? Kijk maar. Zie, kan ze gewoon nog steeds slapen. Ik kan ook nog steeds in een stapelbed slapen. Dat gaat nog steeds goed. Nee, dan gaan haar outfits weg. No! Nee, echt. Nee, doe het niet. Nee, ze blijft gewoon hetzelfde, toch? Vanuit tiener naar jongvolwassenen verander je niet meer, toch? Dit is gewoon hoe ze er nu uitziet, als ze volwassen is. En dan, ze wordt alleen ietsjes ouder, toch? Maar niet meer per se... Oh, kijk nou. Ah. Oh. Ze is lekker in boekjes aan te snuffelen. Dat gaat goed. Oké, maar ze moet dus ook nog wel eens een keertje even de huiswerk maken, denk ik, en zo. Loslopende kippen verzamelen. Wat? Hebben we loslopende kippen? Nee, dat gaat hartstikke goed. Maakt me helemaal zorgen. Gaat hartstikke goed. Wat heeft zij nodig nu ze tiener is? Volgens mij niet heel veel meer dan dit, denk ik. Waarschijnlijk wat meer sociaal gezelligheid. Kijk, wacht. Misschien kunnen we er anders even op Simstagram zetten. Kijk, dat is lekker, als een echt tiener lekker op de mobiel. Je speelt vals als zij uit huis gaat. Nee, dat is het doel van het spel. Zij krijgt zo meteen ook haar eigen tiny house. En zij krijgt dan ook een kindje. Alleen ja, het enige wat is... We hebben natuurlijk nu Storm erbij gemaakt. Maar dat had natuurlijk helemaal niet gehoeven. De bedoeling was dat we maar één kind zouden hebben. Maar ja, Bloem kregen we er cadeau bij. En want die heeft Zwerver Maris natuurlijk gemaakt. Dus die kregen we er gewoon bij. En die hebben we dus nu. Dus ik ga gewoon met Bloem zo meteen dan aan de overkant een huisje maken. Kijk, dat is lekker.
Gaat allemaal helemaal lekker. Het levert nog steeds geld op die video's van vroeger. Gaat super. Ik hoef heel weinig te doen. Ze doen alles zelf. Het gaat super voorspoedig vandaag. En dan gaan we dus met Bloem verder spelen. Dan gaan we dus zorgen dat zij met iemand een verkering krijgt. En een relatie krijgt. En een huwelijk. En een kindje. Of dat. Ze is netjes en emo en gericht op familie. Goeie combinatie. Ja, en dan hoop ik dus in ieder geval dat het volgende keer heel veel makkelijker wordt. Dat zou echt fijn zijn. Maar ze wil maar persen naar die kippen, zie. Oh, kijk nou. Wacht even. Ga maar even van mijn computer af. Voordat je zomaar het knopje uitdrukt. Dat is niet handig. Ik vind echt dat ze er schattig uitziet. Ze is echt lief. Nee, niet mijn cake jatten. Sabi, ik mis de Sabi cam. Ik mis de Sabi cam. Nou, Mechtold, Sabi zit hier nu helemaal op mijn bureau. Die probeert stiekem mijn cake te pikken die er nog staat. Ik haal er even weg. Maar kijk, Sabi cam. Oh, spartel, spartel. Nee, je mag geen cake. Nee, je mag geen cake. Zeg maar follow. Kijk daar. Nou, Sabi wil per se cake, maar dat mag ze niet. Dat mag ze niet. Hé, hey, maar Storm is echt vet handig. Ze is echt van alles aan het doen. Oh, jongens, ik ben nog steeds niet klaar met die zaadjes. Inmiddels is mijn kind al gewoon tiener. En ik ben nog steeds niet klaar met die zaadjes. Wat erg. Ik heb vet veel van die zaadjes. Even kijken. Die planten. Dit moeten we er planten. Waarom ligt dit hier? Plant. Die. Ik heb dit gewoon nooit afgemaakt. Openen. Maak het open. Oh, dat is ook een optie. Oh, daarom duurt het zo lang. Oké, wacht. Dan gaat ze zo meteen weer verder doen. Echt leuk dat ze nu groot is. Vind ik veel gezelliger. En dat vind ik veel gezelliger dan van die kleine. Al vond ik Bloemkool ook wel lief toen ze nog wat kleiner was. Laten we proberen om een van de Geekon-uitdagingen te winnen. Ik word dus een geweldige prijs. Nee joh, ik heb er geen tijd voor. Ik heb een heel klein huis waar ik voor moet zorgen. Oh, ze is al jongvolwassene. Nee, ze is nu tiener, toch? Even kijken. Zou zij nu al een eigen huisje kunnen hebben? Heb je uiteindelijk een optie van ga uit huis of zo? Of hoe werkt dat? Zit ze dan daar op dat huis? Hoe zou dat werken? Hoe zou ze uiteindelijk ergens anders gaan wonen? Gefeest met je verjaardag. Yay. Meer keuzes. Nee. Oh, nog meer keuzes. Nog meer keuzes. Zang oefenen. Nog meer keuzes? Nee, dan kom ik weer terug. Oké, nee, ik zou het niet weten. Als tiener kan je al op jezelf wonen. Oké, nou, ik weet dat ze pas op er zelf mag wonen als ze jongvolwassen is, volgens de challenge. Dus ze kan nu nog niet weg. Vladimir wordt haar toekomstige baby. Oh nee, dat lijkt me echt, echt te moeilijk. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Je moet dan naar telefoon gaan en dan naar huishouden splitsen. Oké, naar telefoon. Naar telefoon. Ilse, welkom bij de Creative Crew. Gezellig. Huishouden verhuizen. Van huishouden afsplitsen en verhuizen. Oh. Gaan we dat doen? Oh, gaat zo snel dan. Het gaat veel te snel. Het is zo'n cliché. Ze zeggen het altijd. Die kleintjes worden veel te snel groot. Maar het is ook zo. Oh, het voelt zo sad om er nu dan zo eruit te zetten. Maar het is inderdaad. Ze kan er nu uit. Dan woont alleen Storm nog thuis. Maar ze kan nu inderdaad weg. Ah, wat een emotioneel moment. Dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Oké. Ja, ik weet zeker dat ik door wil gaan. Maar ik moet nog wel een huis. Ik hoop dat het lukt trouwens. Want ik moet dus nu een huis. Zit hier trouwens een mug binnen? Als je denkt dat ik hier zit staan. Ik zie in één keer een mug voorbij vliegen. Sabi, pak de mug. Sabi. Sabi denkt, ik ga lekker liggen. Alleen. Oké, nu moet ik er verhuizen. Kan ik er dan? Want dan komt ze er toch gewoon weer bij wonen als ik nu dan hier... Want ze moet op hetzelfde plot wonen. Dus als ik er nu dan hier laat wonen, dan... Komt ze er toch gewoon weer bij wonen, of niet? Dan komt ze er toch gewoon weer intrekken. Dat kan toch niet? Ja, het huis moet op dezelfde kavel staan. En ze heeft ook helemaal geen geld. Wat niet handig. Oh, je moet er wel geld meegeven. Oké, wacht. Ze gaat weer even terug naar huis.
Ja, dat was toch nog niet zo'n goed idee hoor, mam. Om op mezelf te gaan wonen. Dat was toch iets te voorbarig. Oké, wacht. Hoe moet ik dit doen? Want ik bouw het natuurlijk op dezelfde kavel. Dus dan hoeft ze in principe, denk ik, helemaal niet per se weg. Hoe zou je dat dan doen? Doen we dan gewoon een huisje voor haar bouwen en dan doen we gewoon dat zij dan daar woont en het loopt allemaal een beetje in elkaar over, denk ik. Pro gamer, wat is? Ja, echt? Maar dat was even heel kort op dezelf wonen. Nee, I tried. Er is niks voor mij. Ik ben weer thuis. Ja, ze heeft het wel geprobeerd. Ja? Gaat dat dan goed met die tegels? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Dan hebben we sowieso hogere lasten. Maar dat is dan natuurlijk niet zo heel gek ook. Want je hebt twee huizen. Maar oké, wacht. We gaan gewoon een huisje erbij maken. Gaan we dat nu nog doen? Nee, het is al 10:30, joh. Dat gaan we nu niet meer doen. Maar dan gaan we dat volgende keer wel doen. Dan bouwen we volgende keer gewoon hier een huisje erbij. Kijk, dit gaat weg. Want hier slapen ze alleen maar. Ze doen hier toch helemaal niks mee. Zo, hier doen we blijkbaar ook helemaal niks mee. Dus weg ermee. En de glijbaan is ook iedereen al te groot voor geworden. Die schommel kan nog wel. Dan gaan we hier gewoon een huisje erbij bouwen. Maar dan wordt deze inderdaad niet meer een kleine kavel. Kijk, wacht even hoor. Ik doe heel veel snel een... Kijk, doen we in ieder geval iets meer naar achteren. 3, 4, 5. En dat is 2, 3, 4... 5. Boom. Dit is dan haar huis. Nou, dat past makkelijk op de kavel. En dan komt hier zo meteen het kindje van Bloem dan te wonen. Dus dat past in principe makkelijk. Oh, jammer. Ja. Laat haar verder weg wonen. Ze moet toch zelfstandig worden? Ja, maar het moet op dezelfde kavel. Dus ik hou me netjes aan de regels. Anders dan krijg ik zo meteen allemaal comments. Nee, je hebt niet goed gedaan. Je hebt niet goed gespeeld. Je hebt niet gehaald. Niet eerlijk. Dat wil ik niet. Ik geef haar wel ook gewoon trouwens een patiootje. Ik ga hem niet helemaal afbouwen hoor. Want het is laat. We geven haar ook zo'n patiootje. Maken we gewoon net zo'n soort huisje. Want deze is echt heel schattig. Die was echt heel leuk. Dan moet hier gewoon net zoiets. En dan heeft ze daar gewoon haar eigen huisje. En dan gaat ze gewoon weg. En dan eigen we dat bed daar gewoon toe. En dan loopt het een beetje in elkaar over. Maar het is op zich ook niet zo heel erg. Want ze helpen elkaar op een enorme boerderij. Met al die kippen. Ze hebben natuurlijk een enorm, enorm boerderijstuk. Oh, en ja. Hoe doen we dat dan met dat geld? Hoe doen we dat dan met dat geld? Heeft ze dan automatisch ook gewoon het geld van de ouders? Lekker makkelijk voor mij. Wat een makkelijke challenge is dit, joh. Een makkelijke challenge. Ik heb het niet bedacht. En Storm? Ja, Storm weet ik dus niet. Want Storm is een extraatje, een bonuskindje. Oh, dat is wel gezellig trouwens, nog zo'n huisje erbij. Het staat wel leuk. We kunnen hem ook wel even iets meer naar voren zetten hoor. Maar we kunnen ook dat zij echt een beetje zo'n klein tuintje heeft. Dat is ook wel leuk. Ze ook wel een beetje... Dan doen we er een klein beetje een hechtje of zo voor. Dat ze ook een beetje privacy hebt. Dat is wel leuk. Maar dus je kan ook gewoon het huis van de ouders kopiëren. Ja, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Want bouwen is juist het leukste gedeelte. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon even een nieuw maken. Want deze wordt toch weer net een beetje anders. Ik ga niet precies hetzelfde maken. Maar ik doe er wel zo'n klein patiootje bij. Dat vind ik wel schattig staan. En ze kunnen natuurlijk ook gewoon dezelfde tafel gebruiken die hier buiten staat. Agatha, dankjewel voor je superchat. Maar deze, alsjeblieft, ga door met de 100 baby challenge als deze af is. En dan zo'n huge huis, om allemaal opvoeden. En dan minimaal 1 vampierenbaby. Ik ga keihard falen, geloof me. Want je mag ze dan dus niet groot brengen, hè? Dat mag dan niet. Dus dan moet ik elke keer echt voor die kinderen zorgen. Ik ga sowieso... Gaat dat helemaal mis? Dat gaat echt niet goed. Dat gaat echt helemaal niet goed. Oh, ik zie mezelf al helemaal stressen. Is dit niet een beetje vals spelen? Nee, dit is hoe het moet. Dit is volgens de regels. Dit is precies hoe het moest. Ik moest een huis maken totdat zij groot was. En dan moest ik voor haar weer een huis maken op hetzelfde plot. En dan nog 1 iemand op hetzelfde plot. Dat waren de regels.
Nee, ik zei het, ze wil niet spelen, ze wil alleen maar bouwen. Hey, ik heb pet veel gespeeld, ze zijn helemaal groot geworden. Ik heb superveel gedaan. Nee, ik ga het niet afmaken, ik ga dat de volgende keer wel doen. Maar een klein stukje, ik wil even kijken hoe het staat. Maar ik kan alweer geen deur uitkiezen, daar gaat het alweer helemaal fout. Geef me... Oh, zij krijgt echt een chic huisje. Zullen we dat doen? Want zij hadden echt een beetje zo'n boerderijig huisje. Kijk, en zij krijgt echt zo'n heel chic huisje. Zij wil echt gewoon classy. Gaat wel eerst haar eigen huisje. Oh, dat is ook schattig. Gewoon zo helemaal, op, helemaal breed. Dat is leuk. En een heel klein hekje erbij. Ook helemaal zo chicie. Dan maken we voor haar echt zo. En zometeen is het natuurlijk ook weer één grote chaos. Als ze al die baby's er weer in heeft en zo. Wordt weer één groot drama. Maak een emo-huis. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Dankjewel. Gaat er voor je super sticker. Misschien kan je het later als vakantiepark gebruiken. Nee, misschien niet eens een slecht idee. Maar ga ik waarschijnlijk nooit doen. Kan ik je nu al vertellen. Ga ik waarschijnlijk nooit doen. Oké, nou. Hek. Wat doen we? Wit hek. We hebben eigenlijk een mooie zwarte. Hebben we een mooie zwarte? Ja, we hebben gewoon deze. Dit is leuk. Oké, en dan doen we de buitenkant. Ja, wat is luxe? Wat is luxe voor mijn chique huisje? Ja, je hebt 3 tegels te veel. Is dat zo? Nee, hij is 5x5. Dankjewel, Agatha, weer voor je superchat. Nee, hij is 5x5, dus dat gaat goed. Alleen mijn hele rang is nu niet meer piepklein huisje. Even kijken hoor. Kijk, ik heb nu niet meer microhuisje, want daarvoor heb ik veel te veel tegels. Dus ik kom nu hier uit. Je hebt 67 tegels van de 100 voor deze rang gebruikt. Dat wordt wel moeilijk dan. Hoe kan ik er dan zo meteen... Nou, we zien het later wel. Je kan mij het schelen. Nee, geen vampieren, baby. Hou op, hoor. Ja, echt, hoor. Hou op. Veel te moeilijk. Ja, dit wordt wel echt heel erg een schuur dan. Nou, weet je, we gaan het volgende keer lekker verder bouwen. Maar goed, hier komt dan zometeen het huisje dan dus van Storm. Die kan dus hier zo... Of van Storm. Van Bloem. Die kan dus hier dan zometeen aan de overkant gaan wonen. Ziet er wel heel schattig uit. Ik vind het echt heel leuk zo, 2 van die huisjes bij elkaar. En dan doen we hier in het midden gewoon lekker zo... De kippetjes, misschien kunnen we die tafel uiteindelijk gewoon hier zo in het midden zetten. Dat ze hier echt zo'n plek hebben waar ze met z'n allen kunnen eten. En dat we hier ook nog meer moestuintjes hebben. Want ik vermoed zomaar dat het geld zo meteen best wel hard opgaat. Als we dan zoveel mensen hebben wonen hier. En dan gaan we echt niet redden met die zaadjes. Die zijn nog steeds niet even geplant. Daar is ze echt eeuwig mee bezig geweest vanavond. Het schoot echt niet op. Wat erg. Maar goed. Hè? We hebben wel van een baby een kind gemaakt. Dat gaat soort van goed. Ook, leef nog, gaat goed genoeg. Voor mijn doen, goed genoeg. Waar is ze eigenlijk? Waar is ze? Ik ben mijn kind kwijt. En we hebben nu Bloem, die inmiddels helemaal volwassen is geworden. Die kan dus zometeen lekker op de zelf gaan wonen daar. Dus dat is echt superleuk. En dan dus ook weer samen met iemand. Ik denk dat, Storm op school zit. Maar is je laat toch een puberende tiener niet alleen wonen? Nou, we zien het wel. Ik weet niet of dat al goed gaat. Maar ze woont wel op hetzelfde plot, hè? Dus dan is het al rustig aan een beginnetje voor op de zelfwoners. Minder erg dat ze meteen helemaal verhuizen naar een hele andere wereld. Zo. Ga eerst nog even zaden, Maris. Oké, maak dat nog even af. Ze is er nog steeds mee bezig. Het duurt echt baardlang. Hier, plant. Hup, plant. Hup. Wat hebben we dan nog? Hebben we nog magische dingen openmaken? Want ik heb nog 1 plekje vrij hier. Is het al een keertje klaar trouwens? Ja, kunnen we ook nog doen. Alles verkopen. Huppa, alles verkopen. Kunnen we ook nog doen. Hele stream open gedaan. Maar is het begin van de stream. Vandaag gaan we heel veel dingen doen en verkopen. Maar is het einde van de stream. We hebben niks gedaan. Ja. Nou ja, dat is echt typisch hoe het bij mij gaat. Ja. Ja. Wat ik daarover zeg. Doe mijn best.
Oh, wat hebben we vorige keer dan gedaan? We hebben vorige keer gewoon alles opgepakt of zo. Ik weet het niet. Ik heb die dingen ook verkocht. Waarschijnlijk had ik die gewoon moeten planten. Dat is het. Ik had dat helemaal niet moeten verkopen. Nu snap ik hem. Oké, die moeten we nog eventjes openen. Ja, en dan gaan we hier nog meer planten. Oh, kijk joh, wat hebben we een hoop. Huppa. En hier kunnen we nog planten. Nou, zekerlijk trots. Ik heb het eindelijk gedaan hoor. En dan elke avond bij het eten. Bloem, hoi, daar ben ik weer. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is het ideale van zo dicht bij elkaar wonen. We houden wel van je, maar is... Ah, dankjewel, Shirella. Het is lief. Ja, af en toe ben ik een beetje chaotisch. Soms gaat het beter dan een andere keer. Oh, ik kan hem ook eten. Waarom is deze niet in de grond? Ze heeft het gewoon maar weer half bakken gedaan ook. Dat is ook echt weer typisch. Wat erg. Ben ik eindelijk thuis van mijn werk. Kan ik nog heel eventjes bij je stream zijn. Gezellig, Marielle. Heb je lekker gewerkt? Maar is van echt niet serieus naar opeens heel serieus. Eet die al ruin. Kom op. Eet het. Niet zo langzaam lopen. Ja, hoezo kan je er niet bij? Hoezo? Oh nee hè. Kunnen ze nu zeker weer niet bij dat... Oh, gatsie. Ja, maar nu heeft dit gezeur weer. Nu kan ze er zeker weer niet bij die middelste rij. Want ja, daar kunnen we niet lopen. En we zeker dat weer. Moet zeker weer een rijtje tussen. Wat een gezeur. Wat een onzin ook allemaal. Je kan gewoon toch door die blubber heen lopen. Dat is toch geen probleem. Je kan toch precies tussen die plantjes staan. Maar goed, oké, zij kan dat niet. Kan je er nu dan bij? Ik vond trouwens dit ook nog onder je moestuin. Een zakje met zaadjes. Oké, kan ze er nu dan bij? Ik nou, kan ze er wel doorheen lopen. Hebt. Ja, al gelukkig, Mechtel. Dank je wel. Zag je dat? Zag je dat? Zag je dat? Nu ging ze er wel doorheen lopen. Dat was gewoon onzin. Ze wil gewoon die al ruim niet eten. Ze vindt dat gewoon niet lekker. Dat moet niet zeuren. Ze gaat het gewoon niet eten. Ze stopt het gewoon weer in de grond. Ze vindt het gewoon niet lekker. Kan ze ook gewoon zeggen. Hè? Hoef je niet te doen van... Oh, ik kan niet komen. Oh, oh, doe, helaas. Dat ben ik. Als ik boodschappen moet doen. Ja, helaas. Ik kan niet lopen. Maar, hè? Dat zo werkt het niet, heb ik ontdekt. Zo werkt het niet. Oké, maar nu ik heb gezien dat ze er gewoon doorheen kan lopen, vind ik dat ze zich niet moet aanstellen. Ik denk dat het te maken heeft met dat zakje zaadjes dat eronder lag. Oei. Dus, ze moet niet zeuren. Kijk, huppa, gewoon door de modder en gewoon verbouwen maar. Waar is Boerin Maris? Ja, waar is Boerin Maris als je er nodig hebt? Deze mensen, die zogenaamd zelfvoorzienend leven, die kunnen er nog vrij weinig van. Ze kunnen tot dusver een taart bakken, zodat het kind snel in huis gaat. En ze kunnen een hamburger en bonen iets maken, wat helemaal bedorven is. Ze kunnen niet schoonmaken, hun rekeningen amper betalen. Het verbouwen gaat ook mooi. Nee, er is er eentje 64 tegels. Maris, alsjeblieft, ik heb gelijk. Oké, wacht. Waar heb je het over? Wat? Wacht. Oké, even kijken. Deze is 3 bij 5. Yes, 3, 5. Deze is 5 bij 5. Dan hebben ze een patiootje. Kan ik ook weghalen. Weet je, is niet per se nodig. Oh, en daardoor is hij waarschijnlijk nu net een stukje te groot. Dat was daar ook. Ja, oké. Oei. Wacht. En daardoor hadden we deze toen zo gedaan, toch? Je hebt gelijk hoor, je hebt helemaal gelijk. Je weet inderdaad precies waar je het over hebt. Toen hadden we daar ook al zo moeilijk mee zitten doen. Want deze komt er maar één rijtje. Juist, nu klopt die wel. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Oké, dankjewel. Kijk, dan pas ik het aan. Kijk, hopla. Doen we het zo. Dan wordt het wel weer een beetje hetzelfde soort huisje als die andere daardoor eigenlijk. Dan heeft hij wel meteen weer een beetje dezelfde vorm. Dus misschien kunnen we daar volgende keer een beetje een iets andere vorm voor verzinnen. Dat het niet... weer zo precies hetzelfde wordt. Zie? Nu is het gewoon... Nee, hij is toch anders. Hij is toch anders. Iets. Iets. Iets anders. Ik vind het wel echt een vibe hoor, deze kavel. Ja, het is wel gezellig. Het voelt inderdaad wel een beetje vakantieachtig, zeg maar. Maar ik denk dat het misschien wel leuk is om dan toch wat minder grote opritten te maken. Dat het ook wat meer natuurig wordt, zeg maar.
Wat ik zeg met die grote tafel, misschien in het midden of zo'n kampvuur in het midden of zo, maar misschien ook wel niet. Past op zich best wel veel op. Het kan best wel. Oké, nou, ze heeft die plantjes geplant hoor. We gaan volgende keer weer lekker verder. We hebben iets gedaan. Ik hoorde net van Mechtad dat ik best wel veel gedaan had vandaag. Dus dan is het tijd om te stoppen. Opslaan. Genoeg gedaan voor vandaag. Maar ja, hè? Het is wel... Het was wel een beetje chaos. Gebeurde voor mijn gevoel niet zo heel erg veel. Maar goed, hè? Het is de ene keer meer dan de andere keer. Hou je storm ook nog in de gaten? Ik heb geen idee waar ze is. Ja, gaat heel goed. Nee, ik heb geen idee waar ze is. Ik denk dat ze naar school is gegaan of zo. Volgens mij was het ook schooltijd. Wacht, ik ga heel even kijken nog, goed? Ik heb het nog openstaan. Het was 4:10. Ja, dan moet ze lang uit school zijn. Ik zit stiekem nog te kijken. Jullie kunnen het niet meer zien, maar ik zit stiekem nog te kijken. Want ik zie er echt nergens. Cliffhanger. Ik weet niet waar ze is. Ik ga de game opsluiten. Opsluiten en afslaan. Opslaan en afsluiten. Help, mijn hond die stampt mij uit het bed. Oh nee. Dus honden doen dat ook al. Katten doen dat ook altijd al. Niet handig. Kun je dit niet op de galerij uploaden? Dan kunnen andere Bloems huisje inrichten voor de lol. Oh, Ilona, ik sluit het net af. Hè, ik sluit het net af. Dat is niet handig. Volgende keer moet je het verboden woord doen, Maris. Nou, misschien. Als anderen dat ook leuk vinden. Want jullie mogen altijd stemmen op geen verboden woord. En vandaag had ik er echt geen zin in. Ik was vandaag echt breinpijn. Altijd van je afslaan. Ja, maar echt. Nieuwe titel, waar is Storm? Ja, voor de volgende keer. Help, Storm is kwijt. En dan komt ze gewoon daarna doodleuk uit school. Gewoon niks aan de hand. Ga je ook een huis voor Storm haar baby maken? Nee, ik ga voor Storm helemaal niks maken. Ik denk dat Storm gewoon eeuwig bij haar ouders blijft wonen. En dan gaan we voor Bloem wel iemand regelen. Maar dat doen we dan de volgende keer. En daar gaat ze dan een babytje mee maken. En dan gaan we het hele proces nog een keer doen. En dan, zodra die baby oud genoeg is, kan ze in dat andere huisje en dan is het klaar. Dan hebben we ze allemaal gehad. Dat is het idee. Vinden jullie het leuk tot dusver deze challenge? Ook al ben ik niet zo heel goed erin. Ik leer op deze manier wel veel van de game. Dat is sowieso waar. We hadden vorige keer al met dat zwervers. Dan had ik af en toe ook gewoon echt dat ik er rondliep en dacht van... Ik heb geen idee wat ik hier sta. Ik speel het echt nooit. Kunnen ze niet nablijven, die kinderen? Ja, wie weet... Ik ga voor Storm helemaal niks maken. Nee. Wanneer stopt deze challenge eigenlijk? Vraagt Ilona. Nou, deze challenge die stopt als... even kijken. Als Bloem een kindje heeft gekregen. Dat kindje groot is. Dan doen we voor dat kindje hetzelfde als wat we nu voor Bloem hebben gedaan. Dus die krijgt... Er komt dus een derde huisje op dit plot. En die gaat daar dan in wonen. En volgens mij was het dan zo dat zij ook nog weer een keer iemand moet krijgen... waar weer ze mee een kindje krijgt. En dan wonen daar dus eigenlijk 3 gezinnetjes. Dat is het idee. Dus de bedoeling is dat er 3 generaties wonen. En dat ik het dus ook voor mekaar krijg voordat Maris en Maris sterven van ouderdom. Dat is wel een beetje het idee erachter. Dus maar we zien wel hoe ver we komen. Ik weet niet of ik dat helemaal haal. Dat die ook nog helemaal groot wordt. Maar misschien met al die taarten gaat het in ieder geval een heel stuk sneller. Ik vond het super tof. Ah, dankjewel Elisa. Dat is lief. Melissa zegt nou heel veel succes ermee, Maris. Dankjewel. Wanneer komt je doelboek uit, Creatic? Ja, daar hoor je binnenkort meer over. Hou mijn kanaal maar in de gaten. Noem je kip Creatic. Hij was stinky, paste goed bij hem. Hij was echt een stinky. En dan komt boerin Maris. Nee, die is echt de oma zometeen. Wat als Bloem een baby met Daryl gaat maken? Nee, dat is raar. Dat is haar vader. Nee, dat kan niet. Dat gaan we niet doen. Ik moest echt even nadenken. Ik denk, Daryl? Wie was er ook weer met Daryl? Nee, dat is haar eigen vader. Nee, dat kan niet. Nee, dat doen we niet. Dat is raar. Maar ze kan wel met die man met die zak. Dat kan wel. Mechtot zegt, ik vind het een leuke stream. Ik was er voor het eerst helemaal live bij. Ah, wat leuk. Gezellig. Dankjewel. Ik vond het echt weer heel leuk. Nou, gelukkig. Daar ben ik blij om. Ik vond het een beetje jammer dat mijn cake zo droog was. Ik weet niet of dat nou komt omdat ik hem had gesneden voordat ik hierheen ging. Ik ben wel heel blij dat ik dat ene stukje heb gegeten.
Dat stukje dat ik eraf heb gesneden. Want die was wel lekker. Dus ik denk toch dat het komt dat hij hier al een tijdje stond. Maar het was echt 10 minuten of zo. Oh, hij is nu echt keihard trouwens. Als ik nu voel mijn cake. Het is echt, hij ligt nog steeds zo sad hier. Ik ga zo meteen een nieuw stuk halen. Dit was echt een deceptie. Dat was echt teleurstellend. Ik ben niet blij. Ik hou echt van cake. Maar hij moet niet droog zijn. Hij moet lekker klef zijn. Dan ben ik er blij mee. Maar ik ga gewoon zo meteen een nieuw stuk halen. Ik vond het ook heel leuk. Ik heb de hele video gezien. Oh, gezellig, Annie. Is het Annie of Annie? Ik vind de straat heel leuk. Ja, wordt wel gezellig, toch? Je moet je cake snijden en dan gelijk opeten, Maris. Ja, ik denk het ook, Sandra. Maar ik dacht, ik neem hem mee, zodat ik zo meteen tijdens de stream wat lekkers heb. Dan hoef ik niet tussendoor weg, maar... Zou ik niet doen. Niet aan te raden. Mijn computer is nu heel heet. Nou, mijn computer... Nee! Nou, een beetje bovenop. Maar ik heb wel meer fans er nu. Of in ieder geval beter. Niet dat alles aan de achterkant eruit komt. Of had ik er eerst 2? Nee, volgens mij had ik altijd al 3. Maar hij valt mee. Hij wordt goed gekoeld. De kat krijgt cake. Toch? Wat? Nee hoor, de kat die ligt nu inmiddels lekker te slapen daar zo naast me. Waren er vandaag moderators? Ja, zeker. Ilona, die was vandaag. Annelien heb ik ook eventjes gezien. En helemaal aan het begin zag ik Eline er nog tussendoor. Ik weet niet of die er nog lang is geweest. Maar er waren zeker moderators. Maar vooral Ilona, dankjewel voor je hulp vanavond. Echt super lief. Hoe doet die zakkenman douchen? Ik ben nu ook echt benieuwd. Nou ja, misschien moeten we maar met die man gaan. Misschien is dat wel heel grappig. Al vind ik het vampier-idee ook wel heel leuk. Het past wel bij Emo Bloem. Maar jullie hebben me helemaal bang gemaakt. Sowieso is die vampier echt een creep. Ik vond het heel moeilijk om hem te versieren. Volgens mij moet je daar best wel je best voor doen. Hij was er niet goed in. En ik had gehoord van jullie dat die zwangerschap echt super lang duurt. Maar het zou wel leuk zijn als ik dat nou eindelijk eens een keertje zou doen. Want dan ik ook van dat gezeur van die vampierenbaby af. Kijk, je begint gewoon stop met die vampierenbaby. Ja, maar echt. Maar dan hebben we dat maar gedaan. Is dat echt een papieren zak? I don't know. Ik weet het niet. Ja, ga met die man, met die vampier. Met allebei. Oh, wat erg. Wat is je lievelingswereld in de Sims? Ik vind die boerenlevenwereld vind ik heel erg leuk. Ik heb ze niet allemaal gezien hoor, heel eerlijk gezegd. Maar ik vind dat huisdierenwereld vind ik ook heel gezellig. Met dat parkje. Die stad weet ik niet. Al kom ik daar wel vaak eigenlijk, maar... Ik weet niet. Dat ecologisch leven weet ik niet. Maar misschien als je het wat meer speelt en dan ook echt bezig bent met die buurtprojecten en zo, dat het dan ook wat meer opgeruimd wordt. Nu vind ik dat raar. Ik vind het een raar omgeving. Ik vind het raar dat die mensen de hele tijd zo in die prullenbak zitten. En die rare buren die de hele tijd zo raar naar binnen komen en zo. En dan, ik weet niet. En die man met die zak. Het is toch raar. Ik weet het niet. Maar goed mensen, ik ga stoppen. Want... Echt heel erg weinig. Oké, nou. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad vanavond. Als je het leuk vindt, vergeet natuurlijk niet te abonneren. Vergeet niet te liken als je het nog niet hebt gedaan. Dan gaan we de Crea credits laten zien. Ja, Ilona, je staat gewoon op plekje 2. Lekker bezig. En Melissa nog steeds op nummer 1. Jennifer, jij gaat echt binnenkort op 3 staan, denk ik hoor. Wacht, zet hem nog eventjes terug. Dat duurt echt niet lang meer. Superleuk. Dat is echt heel gezellig. Hey, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!